Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en Garage Eddy van Wondergem. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast over Agent gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit er opnieuw in Gent met Cedric, Jentel en een andere Cedric, maar ik denk dat je al bekend bent bij BWB. Goh ja, voor de trouwe luisteraars inderdaad. Sowieso. Oké, ja, Cedric. Deze Cedric. Yo, Cedric. Ja, het is alsof ik in de spiegel kijk. Cedric. Ja, welkom. Welkom terug. Nieuwe podcast, vroeg in de week. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk eerst man of the match. We hebben twee wedstrijden, Antwerpen en RWDM. RWDM was voor ons gisteren, vandaag is het maandag 2 oktober. Dus dat was zondag 1 oktober. De wedstrijd werd gespeeld, ik weet eigenlijk niet meer hoe laat dat was. Ik was er nogthans. Kort na zeven, bedankt Citivo. Dan gaan we eerste barometer doen. Ja. Dan, omdat het is de eerste van de maand. Ik moet toch wel zeggen, voor mij persoonlijk is er veel veranderd. Zeker met de laatste wedstrijd van gisteren dan. Dan gaan we een populaire opinie doen en dan gaan we een keer iets speciaals doen. Cedric daar heeft een ideetje op tafel gegooid, dus we gaan daar straks wel meer over vertellen. Yes. En dan natuurlijk ook vooruitblikken op Tel Aviv, die donderdag is. En dan zondag misschien wel een topper tegen Genk thuis. Oké, okay, let's go. Man of the match. Yes, allereerst man of the match tegen Antwerp. Antwerp, de wedstrijd eindigt op 0-0. Gent die voor de eerste keer sinds een lange tijd dat ik toch gezien heb in een rasteel, de bus parkeerde, letterlijk dan. Dat was ook het plan en dat hebben we allemaal gezien. Die wedstrijd eindigde op 0-0, Antwerp had er geen antwoord op het spel. Maar kijk, Cedric, vertel ons meer, geef je visie, geef je man of the match. Wie is er weer als man of the match eigenlijk verkozen door de website? Fofana, denk ik. Oké. Okay. Ja. Want de vorige keer had ik altijd iemand anders gekozen, dus die traditie gaan we doortrekken. Het probleem is dat je daar niet zoveel keuze heeft, eigenlijk. Maar, nee, zo'n match, ja, gewoon. Brown. Ja. Ik vond Brown wel goed. Ja, die Link Brown voor Fofana. Dat is echt leuk om te zien. Dat was, terwijl dat ik die... Dus ik heb die match herbekeken, want zoals ik daarnet zei, ik had mij gevraagd om te komen nadat de match al gespeeld was. En toen moest ik een 0-0 herkijken, dus ik dacht, dat is weer 90 minuten van mijn leven weg. Maar... Dus ik ging in die match met het idee van, ik ga helemaal niks zien. Gent parkeert de bus en Antwerpen zal daar zo wat rond zitten swingen. Maar ik vond dat ik denk dat Antwerpen maar de eerste kans heeft op het uur. En ja, dat wij... Allee, het is niet dat wij domineren of zo, maar de belangrijkste kansen, of en de enige kansen die er zijn voor ons, inderdaad. En dan vond ik, zoals gezegd, gewoon de tandem... Brown voor Fofana was zeer goed. Ja, fenomenaal. Ik snapte het wel waarom dat Van Azenbroek het deed. Zo de busparkeren had altijd wel de dubbele bezetting tegen de backs van Antwerpen die dan meekwamen. Want allee, Bataille is wel echt... Daar komt heel veel dreiging van bij Antwerpen. Dus dat was gezag dat direct dat dan perfect werd opgevangen, ook aan de andere kant. En dan... er waren zo'n paar fases dat hij zo het rechtstreekse duel Brown tegen Kerk, en die is er dan ook afgegaan, maar die, ik denk als die jongen naar Gent moet komen, die gaan met de poepers zitten. Man, ja. Die zag die zo in zijn ogen echt van, zoals is die Engelsman daar nu weer. Ja. Ook aan de andere kant, dat kan dus dat met Muja. Of ja, dat was Muja, ja. In het begin van de wedstrijd daar zo'n keer stonden ze neus aan neus. Ik was mee aan, dus ik stond in het uitvak. Mm-hmm. En dat was echt gewoon vlak voor ons. En ze stond echt neus aan neus. Maar Kandus heeft eigenlijk voor de rest van de wedstrijd geen enkele fout gemaakt. Kandus heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld. Maar ik vond dat ook, die fase vond ik echt belachelijk opgelost van de scheids. Ja, twee gele kaarten. Hij heeft daar twee gele kaarten. Kandus heeft ook geen geel gehad? Voor die twee, die... Ah nee, juist, nee. Ik zeg het omdat Van den Bemt zat heel de match. Ik denk dat Van den Bemt is. Het is en Kandus staat al met geel. Het was een vergissing. Het was geen geel. Dacht het al. Het was geen geel voor Kandus, maar wel voor... Ja. Maar voor de fout. Wat eigenlijk dus hoorde te zijn. Voor zo wat opstootje zoeken of zo wat uitdagen. Maar toch vond ik... Allee, tot dan vond ik dan een match dat... Dat is misschien een beetje on-Antwerps, maar ik vond niet dat een vuile match was of zoiets. Of dat er veel fouten waren. En dan heeft hij daar direct geel. En dacht ik, ja, we zijn weer vertrokken. Maar man of the match, dus Brown. Ik heb al een grote analyse. Allee, ik ben nou weg. Nee, verder moeten we niet komen. Nee, die heeft ook zo... Dat zal jullie ook wel opgevallen zijn, maar
Die smijt echt gigantisch ver in. Ja. Ja, 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 ik heb ook, ja, ja, ook gezien. Dat is, maar Gent is sowieso wel gekend om, zo die, om die trainingen voor ver in te Ik herinner mij een paar jaar geleden dat er inderdaad met op Azari werd getraind. Zo, ik weet nog, een speciale coach uit Scandinavië, denk ik, Noorwegen werd erin gehaald. Dat leren dan iedereen. En nu doet bijna iedereen dat in elke club. Maar Brown kan het echt ver. Mm-hmm. Die kan echt ver gooien. En ook, het lijkt zo zonder moeite. Zo. Ja. Die smijt gewoon en die bal vliegt 30 meter ver. Ja, maar dat zijn eigenlijk corners. Dat, ja, als dat, is, dat hoog op het plein is. Ja, en, ja, wel meer zo... Niet zo strak als corners. Nee, inderdaad. Het moet altijd wel doorgekopt worden. Ja. En maar toch, als ze zo echt moet insmijten, net aan de cornervlog, zet Brown daar en die smijt tot aan de 16. Mm-hmm. Ja. 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 Inderdaad. Dat is een gigantisch wapen. Hè. En ook... Hoe zou die trainende fitness? Hoe zou die oefening noemen met zo'n heel fitnessbal? Ik vind dat hij gewoon Fofana oppakt. Daarom hebben ze die zo'n goede chemistry. Nee, is ander fitnessapparatuur. Maar ook, een maat van mij zei dat keer... Maar dat is echt al 2 of 3 seizoenen geleden. En dat is inderdaad gelijk dat je zegt met die coach. En dat, die zei dat zo uit niks. Van ja, Gent verliest zelden de bal na een inworp. En als iemand dat zo random in een match zegt, dan is zo, wat zegt hij nu? Maar dan let je erop. Ja. Ja, je begint daarop te letten. En Gent doet dat inderdaad zelden. Die zijn zelden de bal kwijt daarop. Dus dat is wel nice gedaan. Maar ik ga stoppen met mijn monoloog. Brown. Als je nog dingen te zeggen hebt, ja, 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 inderdaad, Brown, ik heb een Gent-shirtje. En ik hier het begin van de podcast, als ik aan het... als Piotkowski terugkomt, zet ik zijn naam erop. Anders weet ik het eigenlijk niet. Nu ben ik wel meer en meer... Het heeft tussen Brown en Fofana, eerlijk gezegd. Dus mijn twee favoriete spelers op het moment bij Gent. Maar eerlijk, als je kijkt in de voorbije matchen, het de linkerflank met Brown en Fofana, dan zo de rechterflank met Samoise... Also, de manier dat verschil, je dat zegt ook. Maar het verschil is toch gigantisch. Ja. Allee, ja, niks tegen Samoise natuurlijk, maar het verschil in kwaliteit is die twee flanken. Ik vind dat wel een keer mag gezegd worden dat Samoise misschien wel aan zijn laatste kansen zit. Want het is nu al 4 wedstrijden op rij dat hij echt ver onder zijn niveau presteert. En als Fadigadder bijvoorbeeld inkwam tegen RWDM, zag je wel een enorme verbetering van het spel. Vooral tegen Antwerpen. Ja, vooral ook tegen Antwerpen. Tegen Antwerpen was het echt dramatisch. Tegen RWDM vond ik hem nog meevallen. Het was niet goed of zo, maar het was niet zo dramatisch. Ik keek vooral naar het niveau van de tegenstander. Ik bedoel, je speelt tegen RWDM. Ja, dat ook. Samoise traint bij hen al, hoe lang al. Hij moet dat wel kunnen. Ja, inderdaad, heel zijn leven. En zijn typische move is altijd zo, hij krijgt de bal en dan zijn tegenstander denkt dan, hij gaat rechtdoor gaan. En dan kapt hij toch zo naar binnen en dan heeft hij een pasje naar Kums of de Saar. Ja. En die schuift het dan weer naar de andere kant. Ja. En dan is het Fofana, doe je dat. Ja. Dat tovert, ja. Maar ik vond wel, Fofana tegen Antwerpen, eigenlijk stond hij niet echt op de flank, hij stond echt op middenveld gewoon. Hij was een echte winger, ook nu tegen RWDM was een echte winger. Die stak gewoon heel het veld over, door het middenveld eigenlijk. Maar nee, niet echt een echte winger, zo meer in de pocket, dat hij zo tussen die verdedigingslinie en middenveldlinie van tegenstander loopt en... Inderdaad, soms wel op de flank. Hij stond echt meer op middenveld dan eigenlijk op zijn flank. Kijk, naar die goal ook. Hij kreeg die gewoon in het middenveld. Hij kapt een speler uit. Tegen RWDM met de goal, Maar we zijn eigenlijk... Ik weet niet hoe dat... Dus de match voor Antwerpen, ik weet zelf niet meer tegen wie dat was. Heupen zeker? Ja. Oké, dan vallen we met 10, dus dat is anders. Maar eigenlijk Antwerpen en RWDM is het 2 keer op rij dat we zo 3-4-3 spelen en niet 3-5-2. Ja. En toen dat ik die opstelling zag tegen RWDM... Maar dat is misschien voor Sibiet. Maar dan zag ik dat er maar 1 echte spits stond met Tissoudali. En dan dacht ik zoiets van... Hein gaat toch niet beginnen pijzen van... Ja, wanneer je punten pakt op Antwerp daarmee, dat is een beter systeem dan 3-5-2. Ja, daar was ik ook bang voor. Het bleek wel dat Kuipers mij kwaaltjes sukkelde. Mm-hmm. Blijkbaar. Dus. Maar ik weet niet, voor Fofana echt zijn beste niveau te kunnen halen, denk ik misschien wel dat dat beter is. Yeah. Dat hij zoals vrije spits speelt, bedoel je? Dat hij zo... Die vrije man. Dat hij zo... Dat hij gewoon mag rondzwerven op het veld. Dat hij niet zo op die flank of op die wingback zo... Ja, even om u een beetje te corrigeren. Fofana had ook in een interview gezegd gisteren naar RWDM dat zijn positie wel degelijk flank is. Hij zei van, die flank ligt mij veel beter en ik krijg meer vrijheid. Maar als je die match bekeek, was dat toch niet? Inderdaad. Nee, hij zegt van, de flank ligt hem beter. Maar als ik hem bezig zag op middenveld tegen Antwerp, dat was geweldig. Hè? De enige moment dat hij de bal kwijtraakt, is gewoon als hij een kinderzijde pas geeft. Ja. Hij krijgt niet van de bal. Dat is ongelooflijk. Wie zou Arthur Vermeer? Ik ken hem niet. Nee, maar echt. Toen dat Keita erop kwam, dan was het wel ineens echt veel beter bij Antwerpen. Ik snap niet waarom dat hij niet speelde. Ik denk dat ik hier ergens gehoord had in, oftewel Sports Late Night of ergens anders, dat Van Bommel eens wou proberen gewoon met meer aanvallende spelers.
Okay. Maar ja, dat is dus ook goed uitgepakt. En de interviews van Antwerpen, wat vonden we daarvan? Dat ze zeiden van een leider moet zo niet voetballen. In Nederland zien we zo niet dingen. Maar dus, ik vind ik denk dat ik er ook keer naar back, man. Like maar, Niels, ja. Niels zei, wat zei hij nu hier? If you can beat him, beat him. Ja? Maar het is gewoon, allee, als je merkt dat dat werkt tegen een ploeg, dan doe dat toch gewoon. Oh, ja. Like, ding, zo Luhansk heeft ook zo tegen ons gespeeld. Ja. En die moet, allee, dat is toch een volste recht als ze zo spelen. En Antwerpen moet echt niet spreken, ze hebben jarenlang zo gespeeld. Ze spelen ook aan de leiding. Altijd, als je weet dat het werkt in een ploeg, dan dat is het toch je volste recht om zo te spelen. Ja. Ik weet nog dat zoveel jaar geleden, toen Gent daar kampioen was en dat wij goed speelden, allee, toen de dieren nog praten. lang, lang geleden. dan was, hoe noemt hij... Atemos was dan ook zo prudom dat met Brugge een paar keer gewonnen tegen Gent. En dan was hij zo, de code is gekraakt van Gent. Ja. En ik denk dat we nu misschien hetzelfde met Antwerpen wat hebben. Dat als je gewoon heel laag speelt en zegt, doe maar. Oh, je ziet dat Antwerpen vierde gelijkspel vier speelden. Was het vier keer of drie keer op rij niet gescoord? En altijd 0-0, ja. En Brugge altijd 1-1 de laatste match. Ja. Ja. En wij als je een professional better bent, ik zou dat weten. 0-0, 1-1, hè. Wat trouwens, hè, jongens. Ja. Maar oké, om dus verder te gaan met de rubriek Man of the Match. Ja. Gentel, wie is uw Man of the Match? Ja, voor Fan. Heel duidelijk. Gewoon de manier waarop hij speelde, vol zelfvertrouwen. Die nam die bal aan, net voor de verdediging. Die liep gewoon dat veld over. Ja, dus gewoon... Die wordt gelijk met de week beter of zo. Ik snap ook niet wat hij heeft gegeten of zo in de zomer, maar dat is echt zo'n verschil. Veel verbeterd. Vorig seizoen en dit seizoen is dat zo'n verschil. Hij was toen nog goed, maar nu... Goh, man. Ja, oké. Okay. Fenomenaal. Ja, om een keer niet Fofana te zeggen, want anders is het een beetje saai. Nee, ik vond echt dat er eigenlijk echt veel mensen goed speelden. Nardi vind ik echt topwedstrijd gekiept. Watanabe ook weer top verdedigd. Candus weer top verdedigd. Jordan ook weer. Kums goed gespeeld. De Saru gespeeld. Eigenlijk iedereen. Behalve Samaze. Ja. Toch niet kunnen scoren. Nee. En dan, weet je, ik ben nu wel vergeten. Hulshager, had hij gestart of was hij erop gekomen? Tegen Antwerpen. Die was gestart. Ja, dat vond ik ook wat minder. Alhoewel dat... Ik zei het dan daar tegen de ene van... Het is niet de slechtste wedstrijd dat ik al van heb gezien, maar... Was ook niet... Ja. Maar die probeert wel altijd. Allee, dus ja, die maar dat is net wel met probleem, de bal aan de voet gaat hij zo beginnen lopen en dan loopt hij hem soms vast. Ja, maar die past niet. Die geeft niet af. Ik vind hem ook te egoïstisch. Maar te zien tegen RWDM, dat was hij... Ik vond hem echt... Oh man, ik heb me zo geërgerd aan Jules zeker. Ik heb er niet veel van. Die pakte die nam de bal aan en die liep. Ja. En dan schiet hij of zo en dan wordt dat geblokt. Oftewel loopt hij hem vast, oftewel trapte hem op 30 meter en dan maar, zo. Allee, ik snap wat dat bedoelt. Hè. Dat is zeker zo en soms ben ik dan ook zo van... Allee, super vloeken, maar soms rare keuzes dat hij doet. Maar dat is soms niet liever dan dat zo eindeloos rondgetikt wordt. Ja, en dat maar je moet dat wel afgeven dan. Ja, of dus iets zeker, doen. Allee, maar het, is, maar nee, het gebeurt inderdaad. Gewoon te veel, vind ik. Ja. Als dat twee keer op een match gebeurt, kan wel schelen. Maar bij Hulshager is gelijk automatisch, ik ga voor mijn eigen succes. Terwijl het is geen spits. Allee, mij viel het vooral op tegen RWDM. Dat was zo'n moment dat hij aan de bal was. En hij had links en rechts twee aanspeelmogelijkheden. Ja. En hij trapt gewoon echt van ver buiten 16, ver over. Ik denk van, allee, kans weg. Ja. Echt zo. Ja, als je dat probeert, als je 2-0 aan het winnen bent, oké, maar sta gelijk. Ja. Ja. Wie is uw man of the match tegen Antwerpen? Om anders te zijn, ga ik zeggen Candus. Oké. Ja, ik vind dat die wedstrijd mijn wedstrijd veel verbetert. Ook tegen Antwerpen vond ik hem echt goed verdedigen. Ook tegen RWDM vond ik hem heel goed. Maar daar straks meer over. Maar ja, ik ben echt fan van hem. Ja, ik ga Watanabe zeggen. Ik vond ook eigenlijk de hele verdedigingslinie eigenlijk dat gezegd. Die worden echt elke wedstrijd beter en beter. Ja. En dan waren er zo een paar foutjes, maar nu zijn ze echt... Dat is gewoon een muur. Dat is gewoon een muur. We krijgen daar dan die tegengoal door. Foutje van Nardim misschien, of dat, misschien moet hij die pakken. Of fout kan gefloten worden, denk ik. Maar niet dat we daarover gaan beginnen. We gaan er straks wel over beginnen. Want het is er al gezegd in de chat. We gaan er sowieso over praten. We kunnen er al over beginnen. Hè? Wij gaan de man of the match. Ja, wel. Het is de fout, of de niet-fout. De 1-1 in de 48e minuut, als ik me niet vergis. Allee, 45 plus 3. Oh. Of 45 plus 4, ik weet ook niet meer wat het was. De lange bal wordt van de rechterflank gegeven, of denk ik rechterflank, naar de kleine bak. Naar die loopt om de bal te plukken, maar wordt in mijn ogen
omvergeduwd. Oké, okay, met veel comedie valt hij de grond op. Dat moet ik wel toegeven. Maar ik vind het sowieso een fout. Ja. Maar ik vind dat... Ik heb de regels opgezocht. Opnieuw, de regels zijn zo vaag als iets. Want ja, voetbal... Maar ik vind gewoon, die aanvaller is gewoon eerder bij de bal. Ja, maar de regel staat, hoe ik het heb geïnterpreteerd, wanneer een keeper met zijn handen de lucht in is en hij zit van de grond, is hij super kwetsbaar en mag je hem niet duwen, mag je hem niet... Als je met je hoofd naar de bal gaat... Maar ja, hij doet zo met zijn... Hij graait hem bijna neer. En daarna. Ook, ja, ja, ja. Ik vind eerder gewoon de slechte tussenkomst van Nardi. Ik ook. Ik ga ook mijn entel. Ik ga ook mijn entel. Hij is daar gewoon niet snel genoeg. Ja. Die speler kopt. En dan, ja, dat is logisch dat je dan de keeper mee hebt. De speler is gewoon eerst op de bal. Hij springt hoger. Of Nardi zijn timing is niet goed of zo, ik weet niet. Maar... Ja. En daarna pakt hij hem inderdaad misschien wel vast. Daarvan werd die foto zo verspreid dat hij eigenlijk zo... En dat lijkt als een super dramatisch. Maar die bal is niet op die foto. Die bal ligt al in de goal of is naar de goal aan het vallen. En al die loopt... Oh. Ja, en al die dan zo... Ja, hij gaat wel echt heel komisch worden. Dat is wel echt zo. Maar ik vind het een fout. Ja, nee. Ik vind het heel grappig en een beetje licht. Maar ik vind het een fout. Ik vind gewoon, keeper... misschien is dat omdat ik zelf ook keeper heb geweest, maar ik weet dat gewoon... dat is echt gewoon niet makkelijk om zo naar een bal te... Je moet je voorstellen, je vliegt in de lucht, dus je bent inderdaad kwetsbaarder, want je staat op niks. En je gaat in duel. Iemand moet eigenlijk in feite maar dit doen en hij ligt al omver. Hè, want maar voor die speler die naar de bal komt ook. Hè. Ja, inderdaad. Je moet dan niet naar de keeper springen. Hè. Hij als keeper moet je handen gebruiken, dus het is sowieso een voorsprong. Hè. Als keeper, wat je mag doen, wat je eigenlijk moet doen, wat Nardi niet deed, is je knie optrekken. Normaal gezien trek je knie op, omdat dat je schild dan is. Ja. Maar dat heeft hij niet gedaan. Daarvoor te laat was. En zei hij dan ook niet minder hoog? Dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Maar als jij je knie optrekt, dan heb je toch inderdaad ook veel meer bescherming. Ja, dat is je schild normaal gezien. Maar dat is ook gewoon een functie van hoger springen. Wat? Dat die knie optrekken als je springt. Hè, moet je kijken naar het basket ook. Die man springt ook met één voet omhoog en die smijt een ene been omhoog. Dan is ook meer kracht omhoog om hoog te springen. Dat is ook in functie van dat gewoon. Fysica. En ik kan mij de fase niet meer. Allee, het beeld kan ik me niet meer herinneren, maar kon hij hem wegboksen in plaats van pakken? Denk het wel. Dat is wat hij wel meestal doet. Hij komt er eigenlijk sowieso bij. Hij zou de bal eigenlijk sowieso moeten gehad hebben. Ja, wegboksen was natuurlijk beter geweest dan wat er nu is gebeurd. Allee, maar... Je kunt wel zeggen dat als hij... Dus hij, stel nu dat hij hem kan wegboksen, dan maakt hij dus een fractie van een seconde de beslissing van ik sta sterk genoeg om hem te pakken. Ja. Ik denk dat dan al kan een beslissing hij misschien is wel sterker nog. Maar ik kan de fase mij niet meer 100% voor ogen aan, dus ik ben hier ook maar wat... Maar nee, ik denk dat die beslissing van hem wel al van in het begin was van ik ga hem pakken. Ja. Maar dat hij gewoon te laat was in zijn timing of zo. Of te vroeg, volgens mij herinner ik mij, een paar jaar geleden, toen de Courtois nog bij Atletico speelde, ook zo'n fase dat hij de bal, ik weet niet, als plukt of zo, maar dat hij ook inderdaad ernaast plukt, maar ook wordt aangevallen, en dat hij daar op de grond nog harder begint te blijten. Ja. Maar dat was dan wel duidelijk een fout. Ik bedoel, ik vind de fases... Het is ook te zien hoe... Maar de bal gaat... Hij heeft hem niet, snap je? Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom hij zo overdreven zijn reactie. Maar daar werd het wel echt fout gezien. Maar natuurlijk niet alle scheidsrechters interpreteren dat zal natuurlijk. Terwijl eigenlijk wel zou moeten. Ja, maar het zijn natuurlijk ook geen robots. Ja. Maar ik ging zeggen de nederlaag, want zo voelde het. Maar, ja, 3 punten wegsmeten. Het gelijk spel op RWDM, dat mogen we niet... Alleen naar die... Tuurlijk. Dus ja, maar kan zo niet dat we dat nu aan het doen zijn. Hè? Maar, nee, nu gaat het gewoon over die fase. Er is gewoon veel controverse van, is het een fout, is het niet een fout? Er zijn twee kanten. Het zal wel vanavond op extra time komen. Ja. Maar sowieso tegen RWDM, we hebben kansen nu gehad om te winnen. Dus ja, ik heb ze 2 punten weggesmeten. Want die keeper heeft ook goed gekiept. Ik weet niet, Dufourie. Dufourie. Echt een goede keeper, wat hij daar gedaan heeft. 2 penalties gepakt. Kan je zien op SofaScore bij RWDM... Grote kansen, RWDM 1, Gent 5. Ja. Ik heb 3 van die grote kansen zijn van Tariq. Ja. Ik ga ze eens opnoemen, want ik heb vooral mij gefocust op Tariq, omdat die mij heeft enorm geërgerd. Met alle respect dat hij uit blessure komt, maar het mag wel een keer in gang binnen. Zeker tegen RWDM. Die blessure mag ook echt geen argument. Ja, inderdaad. Wel, in de 4e minuut doet Tariq een solo op doel, maar werkt hij heel zwak af. Hij probeert hem te stiften, maar...
stift dat je... Echt zo'n mini-stift, ja, te traag. En dan, ja, zit hij daar, oh, ik heb net gemist. Ja, dat moet je afwerken. Je bent een spits, jij kunt dribbelen. Geeft daar toch gewoon een knal op of zo? Ja, nee, het is dat. Maar ja, Tarik, dat zou het straatvoetballer kunnen. Die gaat liever rond de keeper gaan of loopt hem erover. Ja, maar ja, rond de keeper kon ook. Gewoon binnenkant, ja, voet krullen. Ja, of, en als hij hem stift hem harder. Want nu was het echt zo... Ah. Ja. Als je dit luistert op de podcast, zou ze ook wel denken. Of Spotify. We zitten hier gewoon zo... Nee, maar dat was gewoon zo... niet spitswaardig afgewerkt. Ja, sowieso. Ja. Beetje flow. Ja, oké. Okay. Maar op zich, volgende fase. Ik heb wel kansen gemist, maar ik heb ook niet slecht gespeeld of zo. Maar ik vond hem... Ja, maar ik creëerde ze wel inderdaad. Ja. Ik vind hem meer evolueren naar een middenvelder dan naar een spits, to be fair. Meer naar een 10. Ja. Of gewoon niet als enige spits. Ja. Gisteren was de enige spits. Ik denk dat dat systeem dat heel goed zou gewerkt hebben met Kuipers in de spits, denk ik. Ik denk, moesten we dat gespeeld hebben, hoe dat we gisteren speelden, maar met Kuipers. Want, weet je verder, op de 58e minuut, Fofana op links trapt op doel. Zo'n hele strakke hoek, hij trapt op doel, wat ik wel begrijp, de schot. Alhoewel, het zou slimmer zijn om te passen. Ja. Maar de bal wijkt dan af. En eigenlijk moest Tarik gewoon 2 stappen terugstaan. En gewoon blijven staan, wat normaal gezien, wat Kuiper al een paar keer hebt zien doen. Ik herinner mij tegen, wie was dat, vorig jaar, met Orban. De Orban trapt ook zo en Kuiper stond gewoon een beetje terug op die afvallende bal. En kopt hem of trapt hem binnen, ik weet het ook niet meer. Maar ik weet dat Kuiper dat normaal gezien wel doet. En eigenlijk moet je dat ook doen als spits. Omdat je, Tarik liep gewoon in de goal. Ja. Als de bal in de goal is, wat ga je doen? Ja, en ook erop trappen. Allee, ja. Het is je taak om op die... Als spits moet je gewoon verwachten op die terugvallende bal. Ja. En dat deed hij niet. Dan in de 60e minuut, dus 2 minuten later, was die vrije trap van de Saar heel goed getrapt. Ja, ja. Tarik enorm snel op de bal. Maar heel chaotisch. Die hem gewoon... Ja. Maar ja, toen de keeper ging naartoe, het ging dan onder verdediger naartoe. Dus dat is nogal... Dat, ja, kunnen ja, dat kunnen... Dat vind ik minder fout of zo. Nee, inderdaad. Maar het trapt gewoon heel chaotisch. Maar terwijl ook, hij wel misschien meer kan doen. Hij kwam zo van links afgelopen. Maar er kwam één ook van ons... De rechtoploop, ja, dat Hulsager was, die had misschien een betere hoek, maar langs de andere kant kwam die keeper ook. Hulsager kwam van iets verder dan Tarik, dus ik dacht, misschien moet Hulsager dat trappen, ja, omdat hij daarom rechtoploopt. Ik vond dat hij daar weinig visie of gewoon de medespeler en keeper. Hij was echt heel snel op de bal, wat heel goed was. Maar gewoon... Misschien kon hij iets meer doen, eigenlijk. Ja, ja, ja. Allee, ik kan mij niet inbeelden... Ik kan mij dat eigenlijk wel inbeelden, dat Kuipers er zou staan... maar ik denk wel dat we daar gewoon meer zou kunnen doen. Of Orban ook. Ja, ik had ook heel het gevoel dat als Orban in die posities komt, dat hij met veel meer overtuiging afwerkt, of niet afwerkt, maar ja, dat hij toch even, met veel meer toch overtuiging even een keer sneren naar veel supporters op Twitter, want ik heb me echt zitten ergeren gisteravond, hoeveel mensen dan er kwaad zijn op Orban, dat ze te zeggen, we moesten hem verkopen. Ik bedoel, een paar maanden geleden zat je te blij omdat hij ging weggaan, en zat te zeggen, please hou hem. Maar nu zit je te zeggen, hij zit al 7 wedstrijden droog. Die gast heeft net de rode kaart gehad voor... Eerste wedstrijd in 58 speelbaan. Ja, hij komt hier in de Bayes eerste klasse. Wordt er helemaal verhemeld met bedragen van 20 miljoen. Die gast is 21, hè. Ik bedoel, een beetje normaal. Ja. Met alle respect naar dat hem. Gewoon, als spits kun je dat tegenkomen. Dan ja, ik ben ook zeker... Moest hij een start hebben? Sowieso ging hij er wel een keer gescoord hebben. Ik ben quasi zeker. Maar we kunnen... Natuurlijk niet dat van die 20 miljoen. Maar we kunnen hetzelfde zeggen over Tissou Dali. Ja. Dat nu gewoon echt... Ik denk gewoon in het algemeen, onze 3 spitsen, die in het begin van het seizoen, waar we allemaal zo hyped rond zijn, en terecht, want dat zijn alle 3 zeer goede spitsen, dan die nu alle 3 niet scoren. En maar ja, bij Tissou Dali was het wel, hij ging normaal verkocht worden, maar dan was hij geblesseerd. En dan heeft hij hem een nieuw contract gegeven. Ja. Want hij ging naar... Was Turkije? Valencia is tegen hem, denk wel, er zijn een paar ploegen genoemd, maar hij had heel veel interesse. Weet wie dat er niet in Valencia zit? Ja. Ik weet het. Dat gaan we niet benoemen. Die naam van hem, ja. Alhoewel, eigenlijk wel, want hij heeft een post van Gent geliked en nu haat iedereen hem van Brugge. Dus. Just, maar bedoel, ja. Ja, Remtjuk is eigenlijk Blue White. Hij heeft ook gewoon ons geholpen in zijn periode bij Brugge. Ja, de mol, hè. Oké, maar wow. Dan was er nog op de 66e minuut. Daar was ik echt kwaad op hem. Ik was ook op RWDM, op verplaatsing. En dat was eigenlijk een van de weinige momenten dat ik echt de wedstrijd zag, want op verplaatsing zijn je meer bezig met... geluid maken dan naar de wedstrijd kijken. Maar wow, ik was zo al voorbij mensen aan het kijken. Wat is er gaande? En ik zie daar Tarik dribbelen. Mooie dribbel. Even ik aan 100% mee aan de bak. En hij schiet dan. Hij heeft Savan geschoten. Maar Fofana stond rechts. Helemaal alleen. Moest hij de bal krijgen? Ging
ik zeg niet dat hij erin zou gaan, hè, maar was volgens mij de kans op een goal veel hoger dan wat hij nu die. Oké, ja, Tarik heeft er wel twee man in de wind gezet en dan ene uitgekapt en half getrapt. Dat schot dan niet 100% overtuigend was van mij. Maar moest hij daar gewoon de bal een klein tikje aan de zijkant gegeven hebben op Fofana? Ik weet niet als hij ging scoren, want dat is wat als. Maar ik denk wel dat je meer kans hebt om vandaag te scoren dan van waar het stond. Inderdaad, Tissoudali veel kansen gemist, maar Fofana zelf ook. Ja, ja, ook. Fofana kon zeker drie keer scoren. Ja, ik kon zeker had even een hat-trick gemaakt. Ja. Ja. Hij zei het ook na de wedstrijd zelf, van je kon wel twee tot drie keer scoren. Ja. Alleen zijn goal is heel mooi. Ja, ja, alle credits naar hem voor die goal, maar je had er toch minstens één meer moeten maken. Nou, Gent had meer dan kansen genoeg. Inderdaad, we zitten zo vorig seizoen, en de seizoen daarvoor, is dat, zo, dat is typisch Gent, om zo gigantisch veel kansen te creëren. Ja. En dan toch op een millimeter van die lijn, die toch nog over die dek laten knallen. Ja, maar, dat is ook gebeurd, hè. Ja, maar dat zal wel... Als je mij dat gisteravond had gevraagd, ging ik anders geantwoord dan, want, geantwoord hebben. Want ik zat nog met zo frustraties van de match, maar dat zal denk ik... Allee, dat komt wel in orde. Ja. Dat is nu gewoon even zeer ambetant, ook... omdat we alles misten. Allee, of dat lijkt toch zo, maar dat gaan een keer... Ja, het is dat. Dat moet weer een machine zijn, dat moet binnen. Like, vanaf, ik zie het sowieso gebeuren, als Orban of Kuipers... Of denk, al twee. Gewoon, als een van de twee gaat scoren, gaan ze al twee weer... Die zijn al twee gelijk zo aan elkaar verbonden bijna. Dat is gelijk zo'n vrouw en een maand stonden zo samen. Vooral Kuipers met Orban verbonden. Want vaak is als Orban scoort, dat Kuipers bent te scoren, maar andersom is het niet altijd zo. Dus. Ja, wel, vrouwelijke luisteraars, dat is de podcast gestopt. Maar ja, nee, donderdag tegen Tel Aviv, dan kunnen ze misschien allebei weer starten, ik weet het niet. Ja, of misschien niet, want Genk is daarna. En ik denk dat we daar echt fit kunnen gebruiken. Oh, ik zou gisteren ook, je ziet daar dan zo net voor de rust, en ik denk daar niet aan van belasting en dat misschien te veel gaat worden, zo net voor de rust zie je daar Kums even liggen en ik denk dat iedereen collectief echt... En in paniek schoot. Ja, maar weet je wat het was? Gerkes was geblesseerd, maar niemand in ons vak zag wie dat was. Dus wij dachten echt, het is Kums. Ja. Dus wij begonnen daar al half te huilen, omdat we dachten, shit, Kums is geblesseerd. Maar dan was het gelukkig maar Gerkes. Wat was nu eigenlijk? Allee, zo. Sorry, Gerkes. Ja. Nee, maar wat was nu eigenlijk met Gerkes? Ik had het niet gezien. Ja, ik ook niet. Er is nog geen nieuws over, maar die is geblesseerd. Maar ik heb het ook niet gezien hoe dat is gebeurd. Ja, of niks is eigenlijk waarschijnlijk gewoon iets in hem. En dat is meestal de ergere. Dat zijn meestal de ergste blessures. Ja. Zelfs er gewoon plots iets gevoeld. Ja, inderdaad. En hij is lang een blessurist, dus hij weet wat hij voelt. Ik vind het wel zeer spijtig, want ik was Gent-Eupen was ik gaan kijken en... Die valt daar dan in de tweede helft, denk ik. Ja. Is dat? Ja. Nee, de tweede helft valt erin. En die heeft echt een stuk knap gelopen. Het waren voornamelijk defensieve kilometers natuurlijk, maar die inzet dat ik toen zag bij hem, was ik zo... Nice, dat wil ik echt nog veel meer zien. En dan zo RWDM startte, was ik... heb ik er zo wat specifiek op zitten letten. Dat was niet zo goed, dat is, maar hij was ook niet zo goed in zijn periode dat hij speelde, vond ik. Ja, maar dat is ook wel... Dat is ook datzelfde argument. Wanneer is hij ingevallen? Allee, voor 23e minuut. Ik ben dan nipt om te zeggen. Allee. Uitgevallen bedoelde. Ja, uitgevallen. Ja. Dat is misschien wel... Want de keren dat hij aan de bal was, vond ik echt zo van, wat doe je nu? Maar ik snap, ik vind ook geen vervanger voor Hong. Sorry, dat is een goede voetballer, maar niet voor die positie. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik ben ook een fan van Gerges, maar niet als Hong. Ja. Goh, denk dan ook, of gehoopt dan ook, dat... Zuid-Korea is het zeker, dan al snel uit die een beker. Ja, ze gaan nu naar de halve finale. Ze gaan hem meer winnen waarschijnlijk, met extra tijd. En dan ga je hem blesseren in minuut 120. En dan als hij blesseert. Als ze de Asian Games winnen, dan moet Hong zijn legerdienst niet doen. Ja. Hij heeft sowieso 10 jaar om zijn legerdienst te doen. Maar wel. Dus, hoe zit dat precies? Ik had dat ooit een keer opgezocht. Stel, volgens mij moet je legerdienst doen tussen je 20 en je 30 jaar. Dat is 4 maanden. 18 en 28 of zo. Of 18, heb je al sinds 10 jaar voor. Ja. En maakt dus niet uit wanneer dat je dat doet. Maar als je als topsporter, of waarschijnlijk zijn er nog uitzonderingen, maar bij ons is het nu een geval van een topsporter Hong, de Asian Games wint of een belangrijke wedstrijd wint in WK, EK, denk aan... Olympische spion van alles. Ja, voilà, zoiets. Gewoon een grote prestatie. Ja, een grote prestatie haalt. En Hong heeft daar dus nu nog twee pogingen. Hong is nu... 24? Is hij niet, maar hij is onder 23. Hij is onder 23, Ja, want hij is niet een van de uitzonderingen, want hij mocht 3 uitzonderingen minimaal. Ik denk dat hij 2 of 23 is. Oh, okay. Dus misschien mag hij nog later nog een keer mee naar de Asian Games, van stel het lukt hem niet. Want hij mocht daar
3-4 jokers meenemen. Ja, 3. Ja. 3, hè. Ja. Dan moet hij de legerdienst niet doen. Maar anders heeft hij nog inderdaad tot zijn 28e zal het zijn om 4 maanden legerdienst te doen. Of ook wat bijvoorbeeld met Son was, was het verminderd naar 1 maand. Ja. Son heeft 1 maand in het leger gezeten. Ja, inderdaad. Maar nu speelt hij dus de halve finale tegen Oezbekistan. Denk donderdag of woensdag. En dan, als ze doorgaan, zondag de finale tegen waarschijnlijk Japan. Ja. Ja, maar die spelen tegen Hongkong. En Hongkong heeft toch wel... Japan tegen Hongkong, hè? Ja. Ja, en Hongkong heeft, wat ik toch al gezien heb, denk ik wel echt vaak de 0 gehouden. Dus dat is wel echt... En zo vaak met 1-0 of... Ja, maar Japan wel met grotere scores, hè? Ja, maar ze hebben dan ook tegen, ik weet niet meer wie, 2-1 gespeeld. Dus er is wel iets mogelijk tegen Japan. Dat is waar, ja. Misschien moeten we hopen voor Hongkong. Hongkong, ja. Hongkong. Ja. Ik dacht, maak de mop niet. Maar hij heeft weer gescoord ook, hè, onze Hongi. Ja, sowieso. Het is echt gek. Tegen wie was die wedstrijd dat ze spelen? Hij scoort bijna allemaal. Tegen China. China, inderdaad. Ja. 2-0 overwinning. Dat is niet zo'n groot voetballand, denk ik. Nee. Een heel groot land. Maar ja, niemand voetbalt. Voetballand. Enkel de voetbal tegen. Ja, maar ja, Chinezen natuurlijk. Iniesta heeft daar ook gevoetbald. Nee, Japan. Was dat in Japan? Iniesta heeft in Vissel Kobe. Is Japan. En Fellaini was in Japan? Dat is China. Fellaini was China, ja. In Azië. Maar ja, we zijn eigenlijk wel super hard aan het afwijken. Nee, we zijn inderdaad bezig. Ik denk dat Thibaut nog altijd niet zijn man van de match heeft gezet tegen Antwerpen. Jawel, wat dan? We waren bezig over RWDM. Ja, toch, maar we hebben de penaltyfase en daarover is het uitteken. En over Tariq is het uitteken. Ja. Oké, maar Cedric, hallo daar. Zeg eens je man of the match. Ik denk dat de officiële weer al Fofana was. Weer iemand anders dan. Nee, ik denk de Fournier zag ik ook soms op bepaalde sites. Ja, die heeft ook wel echt weer aan gedaan. Ja, maar ja, dat is dan RWDM. Ja. Wat dan, AB? Ja, ik vond hem ook echt weer echt sterk. En ik ga niet per se een fase kunnen opnoemen of van, hij heeft dat zot goed gedaan of dat. Maar gewoon in het algemeen. Gewoon in het algemeen. En ook een keer voor een heel seizoen al is dat... Die staat altijd zo goed inderdaad met zijn positiespel. Die kopt zoveel weg. Super slim, hè. Ik weet wel één fase dat er zo'n vrij harde voorzet komt naar de spits. Die Watanabe dekt. En Watanabe, die vliegt erin met zijn hoofd en kopt hem gewoon weg. Dat ik denk van, wow. Fofana is officiële man of the match. Ja. Dat ik denk van, wow, ik dacht niet dat hij daar nog ging tussen zitten. Ik dacht dat die spits zijn koppen op doel of zo. Maar toch komt hij daar nog out of the blue. Ja, maar die zijn positiespel is zo goed. Ja. En die weet exact wanneer hij moet toehappen op een bal. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, Candus had ook weer wel een wedstrijd. Ja, ik was aan twijfelen, inderdaad. Het is me wel opgevallen, Candus iets meer aanvallend dan anders, vond ik. Ja, ja. Op een gegeven moment begon het toch meer op middenveld te ja, terwijl ik denk van, hij is niet snel, pas op, hè, jongen. Ja. Zeker die tweede helft deed hij meer aanvallend. Ja. Ja, ja. En ook, hij zegt hij is niet snel, dan zagen we ook wel die ene fase dat hij ze moet terugsporten. Ja. Dat was wel... Hij zegt zo, hele tribune, tot hij er tegen springt en dan zelf. Ja, dat is het aan de boing. Kant plakt. Maar ik was tussen wat Anabé en Candus aan twijfelen. Ik ben ook... gigantische fan van Torunariga, maar dat is toch altijd zo... Ik vind dat je altijd ziet aan Torunariga wat voor type match Gent gaat spelen. Als hij zo wat... Dat is zo wat gelijk een vibe. Soms loopt hij daar zo wat rond, van, dan zit hij zo meer wat te kijken in het stadion. Lijkt hij zo wat ongeïnteresseerd. Zo op zijn gemakske. Of ongefocust. Het zou wel goed komen, jongen. Je hebt gespeeld bij Hertha Berlijn in het Olympisch Stadion met dan de Bundesliga. Als je dan zo moet gaan spelen op RWDM, verstaakt wel een beetje. Maar, zo met die appartementen die je daar wel ziet. Maar als hij zo ongeïnteresseerd lijkt, want dat, wie weet is dat niet zo. Hè. Maar, dat zal wel niet zo zijn, inderdaad. Als hij zo wat dat lijkt, dan ben ik al van, ja, we zullen hier weer 10 minuten onder liggen of het zal hier weer slap beginnen zijn of... maar als hij zo zijn eerste spurt wint, of, want die is echt wel snel. Ja, zeker. Als hij zijn eerste duel wint, of je ziet dat hij er goesting in heeft, dan heb ik direct ook al zo'n gevoel van Gent gaat goed doen. Ja. En dat is waarschijnlijk gewoon een gevoel. Hè. Maar, en gisteren heeft hij toch een paar foutjes gemaakt tegen RWDM. Ja. Er was zo één fase dat er kwam de voorzet van links en hij wou hem zo met zijn linkervoet ontzetten, maar daardoor moest hij zo gelijk 180 graden draaien of zoiets. En hij mist hem eigenlijk volledig. En iemand ontzet hem nog. Ik denk wat Anabé, maar kan verkeerd zijn. Ja, meer. Het was even gevaarlijk. Maar over het algemeen zeer grote fan van de 3 dat we van achter hebben. Ja. Ik ook. Alleen als er één uitvalt, Nouryoddin is permanent uitgevallen, precies. Nee, dat is nog een maand of zo, denk ik. 6 weken. Maar gewoon in het algemeen. Die als die speelt... dat is een van mijn favoriete dingen in het stadion. Als ik ga gaan kijken, zit er zo 2 man achter ons. Die
zachtjes uitgedrukt, zijn die geen fan van Nourio. Okay. En dat is en dat is echt soms hilarisch om zo minuut 3 Nourio past. Pas komt toe, goede pas, maar hij met zijn FIFA-brein dacht dat hij ergens anders naartoe moest. En echt zo vanuit het diepste van zijn ziel. Waar ze een keer uitnodigen op de podcast, ik ben er benieuwd. Zo een schreeuw, Nourio! Zo, dat is echt schitterend. Och, hier, die jongen, Nourio. Daarom is hij blessed. Uiteindelijk, ik vind dat geen startverdediger. Nee, zeker. Nu, ja. Het is gewoon spijtig dat hij veel blessed is. We hebben ook nog Akbor en Lahat, dus we hebben eigenlijk wel... Zeker een Laha zijn. Laha. Die boze nee, momentje voor zijn. Dat zijn gewoon nog zo jonge gasten. Dat is toch niet niveau van niet al die te veel, nee. Die had te veel ervaring nog. Die moeten gewoon nog groeien. Nou. Maar over Tornariga, inderdaad, aanvallend is dat de beste van die drie. Ja, sowieso. Ja. Maar verdedigend, zo qua positiespel en puur ballen, blokken en zo, zijn wat de Nabian kan doen, ja. Toch wel. Maar ja, Tornariga heeft zijn snelheid mee. Ja, voilà. En dat heeft hij dan wel boven die andere twee. Ja. Dus ja. Ze hebben elk hun positieve punten. Ja, ja. Tegen Club Brugge vond ik die vooral zeer sterk. Ja. Maar toen was heel Gent sterk. Tornariga. Ik weet dat er zo'n paar duels waren met Thiago. En de bal vertrekt naar Thiago. En ik zei, maar begint er niet aan, jongen. Allee, dat, kwijt dat is een moeite niet. Dat is een moeite niet. Blijf maar staan op je patat. Ja, maar ik heb ook zo het gevoel, en ik dat gezegd, dat Tornariga ook zo gewoon meer gefocust is in die topmatchen. En dat hij daardoor ook gewoon beter is in die topmatchen. Ja. Maar dat hij soms wat moeite heeft om zo een kleine matchje... En gisteren zei Hein, dat weer al, want hij had het al een paar keer gezegd, en daar heeft hij wel een punt, dat, en dat is ook een keuze, dus, maar de kern is namelijk klein, dus er zijn soms spelers die onder een niveau presteren, maar hij moest ze laten staan, hij kan niet wisselen. En oké, we hebben wel nu gezegd dat we die jeugd hebben voor van achter, maar dan vraag ik me af of dat Tornariga onder de spelers valt... Waar dat hij dan op dat moment aan denkt. Maar ik denk dat hij op dat moment meer naar Hulshager wijst, omdat we geen honger hebben. Maar hij zal niet naar één iemand specifiek wijzen. Ja, hij zegt dat ook. Hè. Ik heb het over meerdere spelers, dan wil ik gewoon weten wie. Hè. Ja. Iedereen maar dat gaat hij niet zeggen. Hij gaat niet zijn eigen spelers zetten. Het is de Dali. Ik weet het niet of dat hij het daar bedoelt. Ja. Ik weet niet, maar wat dat juist zei, over ze van die grote matchen, dat ze extra geconcentreerd zijn, dat neem ik denk dan niet. Als je kijkt naar die match van gisteren in RWDM, superveel kansen, maar één keer gescoord. Maar dan sommige andere matchen, dan zomaar drie kansen en dan scoren ze wat weer. Ja, dat inderdaad. Is echt gek. Maar dat kan met geluk te maken hebben, maar wat dat gezegd klopt wel. Dat Gent is altijd beter tegen de grote ploegen dan tegen de kleintjes. Ja, als ze krijgen dan zo vier kansen, dan zien ze er twee binnen. En dan nu tegen RWDM zien ze maar eentje binnen en 10 dus kansen had. Ja, inderdaad. Dat is iets raars. Meer dan 2 expected goals, denk ik zo. 2,3 of zo. 2,5 denk ik zelf. Ja, 2,5. Ja. 2,51 uit mijn hoofd zelf. Ja. Oh. Zonder eigenlijk minstens 2 moeten scoren. Hè. Ja. En RWDM had maar 0,5 of zo van expected goals. Inderdaad. Kijk, het is te hopen dat we tegen zondag wel tegen de grote ploeg kunnen. Hè. Het is eigenlijk het goede moment om tegen hen te spelen. Eigenlijk is dat, voor, als je wil weten of dat je ploeg een grote ploeg is, kijk naar de match tegen Gent. Eigenlijk wel. Oké, Jentel, man of the match. We gaan een beetje doordoen, want we zitten niet net over RWDM. Ook gewoon weer voor Fana. Ja, hij heeft weer goed gespeeld, mooie goal gemaakt. Vertrokken van, was net niet de middenlijn of zo. Ja, zot. We zaten dat te kijken en iedereen zo... Ja. Die blijft maar lopen, die kapt er een man uit. Die schiet met zijn link. Is hij eigenlijk links of rechts? Ik weet links. Links, goed, ja. Denk links, maar hij kan volgens mij... Inderdaad. Volgens FIFA, de nieuwste FIFA, is hij linksvoetig. Dat is de meest betrouwbare database. Hoeveel star weak foot? 4 stars. Dus hij is bijna 2 voeten. De FIFA-rating van Gent is wel echt belachelijk. Hè. Ja, Kuipers is de beste met maar 76. Ja, terwijl dat je al de wereld hebt die 81 is. Maar FIFA-ranking is dat trekken mij. FIFA is ook zo'n beetje... Die houden wel nog vrij veel rekening met het verleden ook. Ja, inderdaad. Maar ik vind Alderweireld een goede verdediger, man. Ja. 81. Maar ja, daar moet je ook allemaal niet van aantrekken. Dat is ook maar een spel. Als ik FIFA wil spelen, wil ik mijn Gent spelen. Ja. Maar ik denk links- of rechtsvoetig in FIFA is wel altijd juist. Ja. Maar ja, maar niet. Maar of van, je scoort dan weer. Voetbalmanager. Dat is echt een mooie goal. Als hij ook perfect het nooit zijn, maar als hij tweevoetig wordt, zou het zeer handig zijn dat hij ook van op rechts kan beginnen in de flank. Want nu heb je zo... Zit je wel met tante dat je 2 supergoeie hebt op links en dan op rechts... goede spelers. Als je zo je 11, als iedereen fit is en iedereen in vorm mocht zetten, dan denk ik dat we allemaal Brown en Fofana op de flank het liefst zouden zetten. En Fonigo, vind ik persoonlijk. Ja. Je kunt er maar 2 op de flank zijn. Ja, gelijk nu is het Brown en Fofana op 1 en
Omdat hij 3-4-3 speelt. Ja, ja, maar als hij terug naar 3-5-2 gaat, natuurlijk. Ah, maar ja, die ook, mogen ook niet vergeten dat hij 18 is. Dat is daar gaan we nog heel veel genot aan hebben. Dus als hij niet zo vroeg verkocht wordt als Salah of zo. Ja. Nee. Ja, als er een komt voor 15 miljoen, zou ik ook wel ze vertrekken. Ja. 15 miljoen is gehaald. Ja, Orban ging deze zomer voor 20. Zo ja. Dus je kunt wel meer vragen voor Fofana dan. Maar nu zijn we aan het spelen. Dat is op dit moment, snap je? Ja. Ja. Stel je dat Fofana echt doorbreekt dit seizoen, ja, inderdaad. Dan komt hij voor veel geld vertrekken. Ja, en als hij ook zo cijfers haalt als Orban, ja, stel maar, voor. Dan zou ik ook wel natuurlijk hopen van blijf maar. Maar ik leef Fofana even al zo'n keer in. Want het was zo twijfel over dat hij zijn contract zou verlengen of niet. Heeft al zo'n keer een voorkeur gedaan om te blijven. Dus ik weet niet of hij echt nog zijn contract zou willen verlengen bij Gent. Hmm. Dus we zien wel. Oké. Een keer babbelen met Sammy. Sammy. Dat is onze nieuwe matador. Mijn man of the match. Ja, zeker. Ik ga echt iets controversieel zeggen. Tissou Dali. Nee. Nardi had hij zeggen. Nardi, ja. Ziet? Ja. Ja, ik ben er echt van overtuigd dat dat niet zijn fout is. Ah ja, hij moet daar inderdaad sterker zijn, maar ik vind dat een overtreding is. Ah, ik denk, voor de rest heeft hij niet een heel goede wedstrijd gekeken. Ja, voor de rest had het ook niet veel werk, hè. Ja, ja. Die ene trap daar, of die solo van RWDM. Ja. Ja, dat is waar, ja. Het is gewoon weer de verdediging die echt goed stond. Ja. Met wel geen clean sheet, maar... Allee, dat is ook niet de fout van de verdediging, zeg maar. Moest in de winter een bod komen op Roef voor 2 miljoen, mag hij van je vertrekken, ze. Met alle respect naar Roef. Nee. Goh, ja. Ik denk, ik bedoel maar zijnde, Roef vind ik een goede keeper. Maar als daar de hele tijd zo blijft presteren, zou het een beetje een shame zijn als hij ook niet in Europa mag spelen. Ja. Maar de groepsfase snap ik, maar bedoel, na de groepsfase vind ik wel dat Nardi eigenlijk weer... Stel niet dat effectief zo is, dat Nardi gewoon alles speelt. Dan vind ik Roef ook te goed om enkel maar op de bank te zitten. Ja, voilà. Dan vind ik beter dat we de Roef wegdoen en nog 1 miljoen of 2 miljoen zelf oppakken. Want donderdag gaat hij gewoon weer Roef zetten, ze, tegen Telavond. Natuurlijk, ja, omdat het is mijn groepsfase en het is maart. Misschien ook maar goed, hè. Gewoon zo'n keer even een signaal van, oké, je hebt de Flater... Oké, sorry. Je hebt de Flater gemaakt, even op de bank en dan terug volgende week kiept hij waarschijnlijk... Maar ja, zelfs als hij die Flater niet had gedaan, dan ging Roef ook gewoon spelen. Ja, hij blijft ook bevestigen dan ze gewoon zullen wisselen. Dus ja. Op zich vind dat is wel een goed systeem. Ja, maar Cedric, jij vindt dat is een fout, hè? Maar zijn er ook niet van overtuigd dat als Nardi gewoon hoger springt, wat hij kon doen, dat niet zou gebeurd zijn. Dus dat wel... Deels zijn fout is dat... Tuurlijk, hij kon inderdaad veel beter doen in die fase. Maar het is ik vind het een fout. Ja, hoe dat nu uitkomt, is het een fout. Maar inderdaad, hij kon vroeger vertrekken. Hij kon hoger springen. Dus het is ook deels zijn fout eigenlijk dat die twijfel er is. Ja. 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 Oké. Okay. Ja, het is eigenlijk een beetje van bij. Wat die aanval doet, is niet helemaal kosher, zeg maar. Ik denk... Persoonlijk zou ik dat niet voor fluiten, maar ik denk dat er wel scheidsrechters zijn die daar wel voor zouden fluiten. Maar ja, het is niet nodig, zeg maar. Je kunt ervoor fluiten, maar het hoeft niet. Ik heb al voor andere dingen zien fluiten. Dat is waar. Dat ik daaraan denk. Dat is waar, maar wat Jent al zegt klopt. Je kunt ervoor fluiten. Maar het is ook wel een beetje de fout van Nardi die niet helemaal goed inschoot. Dus een beetje van beide, denk ik. Nardi ik kon ook veel beter, maar dat wel. Ik vind... Het is een fout, ja. Een keep, want... Je moet denken, dat is echt een belangrijk... Moest dat nu bijvoorbeeld een tackle zijn in het midden van het veld? Allee, dat kan nu niet met je handen naar de bal gaan, maar moest die fase in het midden van het veld gebeuren? Snap je? Dan zou ik ook niet zeggen, het is een fout. Maar het feit dat er een goal uitkomt, vind ik... Moest een bal uit een corner gaan, dat is ook meestal vaak zo, dan negeren ze gewoon een lichte fout. Ja. Maar het is omdat er een belangrijke fase uitkomt, dat in mijn hoofd wel is van... Ik denk ook, wat de scheids ook doet, de VAR gaat nooit tussenkomen. Als hij dat afkeurt, gaat de VAR niet zeggen, dat is... Helemaal verkeerd en omgekeerd ook niet. Dus. Maar ik vind het gewoon... Ik was echt gisteravond in mijn bed om 2 uur rond. Ik was Sender aan het sturen. Als ik echt de FIFA-reglement aan het lezen... Wat een saaie bedoeling is. Zodat ik daar in mijn hoofd zo... Hoe werk ik hier 2 uur s'nachts? Ik kwam net terug van Brussel. Beetje een paar pinten in mijn hoofd. Zo, what the fuck? Hij zit dan op te zoeken. Ja, ik wou het echt weten. Ik wou het echt gewoon... En wat ik heb ervan geïnterpreteerd is... Dus maar het is natuurlijk ook niet... Omdat eigenlijk gewoon een vaarboel is. Omdat het de regel is dat we daarmee akkoord moeten gaan. Dat is ook wel waar. Dus dat is waar. Ja. Ja, ik ga ook niet akkoord met het spel, maar het is er wel. Ja. Ja. Ja, niet akkoord met het spel. Maar ja, gelijk die regel dat ze zouden aanpassen van buitenspel, ben ik wel echt voorstander voor dat je zo
dat uw laatste stuk van uw... Wat was het nu weer? Dat je zo bijvoorbeeld als uw schouder gelijk is met uw laatste verdediger, dat geen buitenspel is, snap je? Dat je wel nog voorbij zou moeten. Ja. Terwijl dat nu is, vanaf dat je voorbij de verdediger bent, is best dat eigenlijk... Hij krijgt de bal bij de doellijn, moet er volledig over zijn. Ja. Er zou zoveel goals zien in de voetbal, zou geweldig zijn. Ja. Ja, maar ja, kijk. Het zijn nu de regels en moet daar wel mee leven, denk ik. Thibaut, man of the match. Ik ben aan het twijfelen tussen twee spelers eigenlijk. Tussen Watanabe, weer dan. En Fofana toch. Ik dacht Castro Montes, maar... Ja. Die trouwens in een interview heeft gezegd dat hij dat de club het niet erg vond dat hij naar Brugge kon. En hij zelf wou het niet. Natuurlijk... Nee. Kan je nu alles zijn in de gazet, wat hij wil. Maar dat zal... Allee, niet dat ik hem nu een leugenaar noem, maar... Ik zie Louagier en Dwit dat wel... Ja, als we haalt oplevert. Ja. Gewoon... Het is toch mijn laatste jaar, denkt hij. Ik ben hier toch weg. Ik wou dat gewoon nog een keer mentionen dat dat wel zeer nice is van Castro Montes, dat hij dat doet. En die wel echt zeer goed aan het spelen is bij Union. Ja, elke wedstrijd niet, start denk hij. Ik, maar gisteren zat hij... Sinds dat hij daar speelt, speelt hij elke wedstrijd in de basis. Ja. Zot. Ja, terecht hoor. Dat is gewoon een supergoeie speler. Ja, natuurlijk. Een goal afgekeurd, denk ik. Maar dus, Watanabe of Fofana? Ik ga Watanabe weer zeggen, omdat Fofana, als hij nog één keer meer te scoort, dan ik hem zeggen. Hij heeft natuurlijk wel veel kansen. Maar zonder Fofana hadden we de wedstrijd niet gewonnen. Ja, we hebben hem ook niet gewonnen. Maar, hadden we verloren. Ja. Of ja, dat was een wat alles vraag. Dat is ook waar, maar zonder Watanabe hadden wij misschien verloren. Snap je? Ja. Dus ja, ik ga Ik vond de man of the match Hein van Haasbroek. Watanabe. Oké. Dus dat was ook echt een grappige fase. Zo, op een bepaald moment gebeurt er iets dat Hein en de hele staf van Gent zien een hand. En je ziet zo de scheids naar Hein lopen. En als je zo Hein, als je kunt liplezen, zie je zo Hein zo zijn. Zet een hand bij, zeker. En er is geen hand te bespeuren. Ja, ik had dat ook gezien. Dat is geniaal. Gewoon puur een verzinsel. maar zag op die tablet kijken. En dat denk een van die assistenten roept heen van, oh, kijk hier. En zo, ja, dat zijn. 100% zeker van zijn stuk. Dat is gewoon, ik had ook nergens zien. Zolang dat hij bij ons blijft. Zelf als wij super slecht zouden spelen, blijft er iets leven rond Gent. Gewoon omdat Hein van Haasbroek zit. Ja, voilà. En met Ivan Draag of zo was dat veel saaier. Ja. Dat is echt maar ik ben fan van Hein van Haasbroek omdat hij bij ons zit. Maar moesten die niet voor ons? Ik zou hem haten. Ja, ik zou Hein van Haasbroek haten. Lijkt, die mens van Antwerpen die dacht: kan ik de hout volledig kapot maken? Wat was dat? Hij zit te kijken. Ja, ik zag het dus beter dan op de tv dan jullie. Maar dat was echt iets raars. Die de gast dat dus. Dat dak kapot gemaakt. Maar en Hein zat daar. Of? Ja, de supporter. Oh. En Hein zat daar zelf dakman te spelen. Ja. Oh, het is goed, het is goed. Dus laat dan maar. Ja, ja. En dan een paar, denk ik, 10 minuten later kwam er Stuart die de gast ophaalde. En heel duidelijk. Van, Ja, nee, maar dat ding op tv. Dat was gewoon dat dak op een moment hoorde het wel. Dus ik was aan het herkijken. Ik had inderdaad gezien dat er zo Stuart stonden bij Antwerpen. Dat ja, het is weer hetzelfde gelijk vorig seizoen. Want die man die deed dat. Dat was gelijk zo'n tactiek van Antwerpen. Er was een periode dat die stewards veel te snel naar de hout van de bezoekers ging. Dus ik dacht, ja, ze zijn het weer gedaan. Ze spelen weer tegen de leiders, moeten de grove middelen bovenaan. Maar dus ik ben zo de hele tijd aan het wachten. Wanneer gaat er nu iets gebeuren met die de hout? En ineens hoorde zo. Ik denk, als je het herbekijkt, hoort je echt zo'n toffe knal. En dat is vreemd. En dan zie je dat beeld... Maar wat je dan bij waarmee je dat dak kunt afsmijten? Allee. Ja, ik denk, de Antwerpse supporters waren wel gefrustreerd. En ik denk dat die gewoon geschept zal hebben of erop geklopt of zo. Maar kun je daaraan, vanuit de tribune? Ja, dat is echt... Antwerpen is gewoon stapt over dat muurke en stapt dat ging ook dat is zo'n Engels stadion. Echt, dat is zo groot, dat muurke. Je zit hier en dat is zo groot. Dus je zit op een stoel. Ja. Allee, bij het uitvak neem dat. We hebben een gevangeniske. Want daar is echt zo... Gelijk die tafel, zo hoog is dat. Hij kunt dat vasthouden, hij zit op je stoel. Dus als jij wilt, zet hij je daarover en sta op het veld. Ja, ja dat, de hout ligt er dan gebroken. En dan het eerste liedje dat ze daarachter zingen is Antwerp Marginaal. Ja, ik heb het geweldig. Het is maar goed dat je het weet. Maar ze zijn er ook gewoon trots op, denk ik. Ja, want ze vonden mee te zingen ook. Ze zingen altijd zelf ook. Ja. Maar dat vraag ik mij ook af als... jij bent daar of jullie zijn er alle drie geweest? Ik ben daar een keer geweest, maar niet van de week. Dat stadion is dus nog maar 3/4 af, maar dat, qua sfeer is dat een van de betere uitmatchen dat je al gedaan hebt? Of is dat
indrukwekkend? Of zei het ik ga niets positiefs zeggen over de afsteken was nice. Maar om nu de te pyro. Zeggen... Ja, de pyro. Maar om nu te zeggen van... Ik heb ze de hele tijd gehoord. Nee, want wij waren ook heel de tijd aan het zingen. Ja, ja, maar het was, nee, als op tv keek, het was echt wel van beide dagen. Ja, ja. Ik denk, moest je Antwerp zetten in de Helamco Arena, dat is een gesloten stadion, dat ze een betere sfeer zouden hebben. Maar het is gewoon het feit omdat ze een gesloten stadion hebben. Blijkbaar dat is dat stadion ook ontwikkeld dat, dat het geluid echt naar het veld zelf gaat. Van, dat is iets typisch van Helamco dat dat doet. Dat, bij Gent is dat ook zo. Ja, het is wel iets typisch van Helamco dat ze geen goede daken hebben. Dak is er al af. Leuk uit met Raja, dat filmpje dat hij ooit gemaakt. En dan die wind in Helamco bij ons. Is er toch een goed dak opgelegd. Maar nee, ik ben ook een keer naar Antwerpen geweest, denk ik 2019 of 18 of zo. En toen vond ik dat wel echt een heel goede sfeer was. Zelfs als, ja, denk niet, zijn ze voorgekomen? Ja, ze zijn voorgekomen, ze hebben gewonnen toen, Antwerpen. Ja, we hadden een slechte reeks tegen Antwerpen. Ja, we hebben verloren dus we hebben nu een puntje. We hebben twee keer gelijk gespeeld, denk ik, of één keer gelijk gespeeld tegen Antwerpen, zoals we terug zijn in eerste klas. Ik denk dat het nu de tweede keer was. Ja, zo kunnen, ik weet het niet. Maar dus volgende rubriekje. Wat is dat dan? Een popular opinion. Oké. Okay. Ja. En welke hebben we genomen? Het was van iemand die ontmoet had in het stadion. Ik ben uw naam vergeten, mijn excuses. Petrovski. Maar ik weet niet of dat zijn voornaam is. Dat was zijn Instagram-naam al sinds. Shout-out naar jou. Zijn een popular opinion was... dit jaar hebben we meer kans om kampioen te spelen met deze ploeg dan in 2014-2015. En... persoonlijk, ik zal er direct ook mee binnen, vind ik het wel waar. Omdat de eerste keer dat ik die ploeg zag, zag je Cel staan. Je kent die keeper niet. Zag je Brecht de Jager staan, die van Kortrijk komt. Zie je Van der Breu staan. Allee, maar sommigen speelden al een tijdje nog. Like Fok, hè. Ik weet niet meer van waar dat dienen kwam. Er was inderdaad veel inkomende transfers. Yeah. Want Heijn mocht met de grove borstel door de kern gaan. Habibu weg. Habibu. Inderdaad. Allee, mijn mening persoonlijk is, ik weet, het woord kans is, denk ik, kun je beter vervangen doordat er nu gewoon veel meer verwachting is dat we het gaan doen. Ja, door de namen. Want het... We zijn misschien hoger potentieel. We zijn misschien kampioen gespeeld in het seizoen dat we het niet verwachten, maar het seizoen daarop, denk ik... Allee, toen waren wij zeer lang aan de leiding en speelden wij ook gewoon supergoed in dat Champions League jaar. En dan was er veel meer verwachting dan nu. Dus ik denk, als je een vergelijking wil trekken, dat je het met dat jaar... moet je vergelijken. Dus maar seizoen 15, nee, ik 16. Vind dat je dat niet mag vergelijken, omdat je hebt dan kampioen gespeeld. Het is altijd logisch dat je het jaar nadat je kampioen speelt nog verwacht van, ga je er weer een topjaar spelen. Maar dus ik vind meer logischer om dat te vergelijken met dat kampioenjaar, omdat de verwachtingen... ik heb het al gezegd, ik heb nog nooit zo'n hoge verwachtingen gezien bij Gent-supporters dan dit jaar dat we kampioen gaan spelen. Ik support al in mijn leven voor Gent. Ik heb nog nooit gezien dat zoveel mensen denken van, weet je, wij kunnen echt kampioen spelen dit jaar. Dat is waar, maar... die namen, eigenlijk dat gezegd, die waren misschien niet groot toen in de meeste mensen hun mening. Maar ik denk dat de namen die we nu hebben, door veel mensen groter worden geacht. Gewoon omdat we als een grotere club worden gezien dan toen en er gewoon meer aandacht voor is. Ik denk dat elke Belgische supporter wat Watanabe kent, Kandus kent, Kuipers kent, Orban kent. Ja, omdat ze bij Gent spelen, dat een grote ploeg is. Maar moest je... Ja, nee. Of ze kenden ze ervoor ook al, maar het feit dat ze nu bij Gent spelen, toont wat jij ook zegt, dat wij nu een grotere ploeg zijn dan toen. Ja. Dus ik volg u wel daarin, eigenlijk. Dus. De spelers waren... Snap je, wat Watanabe was al gekend, gelijk wat Cedric zegt, bij Kortrijk. Kuipers was al gekend bij Mechelen. Ja, oké, maar gelijk de Poitre, Fouquet, de jaren ook allemaal. Hè. Dat is een man die zo kennen haalt toen, vanuit de Belgische competitie. Hè. Ik had nog nooit echt gehoord van... jij bent een goede speler. Snap je? Ik wist al wat dan weer een goede speler was. Ik wist dat Kandus een goede speler was. Ja, dat is misschien wel meer Kuipers een goede speler dan, was. Denk ik. Nee, ik denk ook gewoon dat zij betere statistieken haalden dan... ja, misschien wel. De Porter en... ik denk gewoon... nu hebben ze ook wel meer middelen, meer... ik denk dat gewoon hij toen echt gewoon een goed team had gebouwd. Dat hij gewoon echt gewoon op... ja. Ja, dat is waar. En dat echt een wonder was eigenlijk, want zoveel geld hebben wij niet uitgegeven. En toch gewoon kampioen speelt. Ik bedoel, Kums, ja. Hij wist het. Toen was echt van... ja. Wie is dat? Terwijl, ja, Kums is nu een held van Belgische voetbal. Ja, dat is een icoon, hè. Ja. Ja. Iedereen kent die bal. Die mag toch echt een bar krijgen in de Helamco Arena. Ja, ja, sowieso. Je moet er nog wel een bijbouwen. Maar... Kums bar. Of een naam wegdoen. Ja. En vervangen door Kums. Wie? Ja, wie is de vraag dan, hè? Oké, maar popular opinion. Dilemma.
Unpopular opinion, ja. Wat vinden we? Goh. Ik ga misschien toch ja zeggen door die financiële middelen dat we nu meer hebben. Mm-hmm. Dus ja, ik zeg ja. De vraag of het, de opinion was dat de kans nu groter is. Ja. 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 Of het potentieel nu groter is. Ja, zeg maar. Ja, dan ben ik het daar ook wel mee eens. Ja, ik kan dat moeilijk over. Ik heb het al verschillende keren gezegd. Just. In de aflevering. Oh, moest dat zo doen, hè? Allee, ja, nee. Nee, ik was toen echt nog niet bezig met voetbal, dus ik weet echt niks van dat seizoen. Ja. Oké, okay, geen probleem. Maar ik snap Cedric zijn punt wel. Van het jaar daarna zou Louis zijn om te vergelijken. Maar het is altijd zo. Gelijk, Antwerpen werd nu ook verwacht als ze weer de pannen van het dak gingen spelen. En zit nu al... Allee, gelijk hoe dat daarnet zei, de code is misschien gekraakt om Antwerpen te verslaan. Ja. Dus het is geen... Allee, ik sowieso akkoord met de vergelijking. Oké, okay, ça va. Dan het volgende. Ik weet niet wat het volgende is. Doe eerst eens een verrassing. Of wat doe je? Eerst een verrassing. Het geheime. Ja. Want Erik had... Dus ja. Ik had twee dingen voorbereid. En we zullen beginnen met eentje. De gast is meer voorbereid dan de host. Maar alleen, stop je maar wat te zeggen. Straks die jongen hier wel om niet, 2 uur s'nachts de FIFA-regels. Dat is waar. Dus. Hey. Maar dus, iemand had mij een dilemma gestuurd. Wie mocht de naam zeggen? Zet dat een shout-out? Hij verdient het niet. Nee, Arnoud, merci Arnoud, voor het dilemma. Ik zou hem echt niet meer houden als vriend verwijderen. Als je niet. Allee, jong. Dus, hij zei... Als je één speler het heel de Gentse geschiedenis mocht terughalen om dit seizoen kampioen te spelen, wie Eén zou het speler. Zijn? Oh, dat is moeilijk, man. Eén speler maar. Mm-hmm. We zijn allemaal nog zo jong. Wat hebben wij nodig? Niet zo lang, dus. Wat heeft Gent op dit moment nodig? Dat ik denk van... Ah, wel, ja, dat zit ik ook te denken. Want, snap je, David zou ik graag terughalen, maar we hebben dat niet nodig. Ja. Het kampioenjaar was toch de vraag? Nee, om kampioen te worden. Ah, oké. Okay. Het hele geschiedenis van Gent. Ah, oké. Gewoon een speler terughalen. Om nu mee te spelen. Het is inderdaad maar zo... echt is een prime, dus niet... Ja, inderdaad. Je gaat zo van... Het is inderdaad de vraag van... Neemt je gewoon de beste speler die er is? Want dan denk ik dat we allemaal David nemen. Of toch? Mag een jeugdspeler ook? Tuurlijk. Want dan pak ik Kevin De Bruyne. Hey, geen grapjas. Nee, we zullen zeggen... Ja, die ooit in het eerste ploeg heeft gespeeld. Dus neemt je de beste speler? Of neemt je gewoon inderdaad iemand die nu gewoon bij de noden... Van de ploeg. Ja, dat is moeilijk, natuurlijk. Ja, ik denk dat ik iemand heb. Oké, bij hem maar dan. Ik denk dat ik ook iemand heb, dan zeg jij maar ik eens. Denk echt dat ik van Azari ga nemen. Ja? Ja, echt is een prime. Zo op die flank. Ah, ja, eigenlijk, ja. Nu dat we iets minder hebben dan die rechterflank. Maar ja, gewoon op die rechterflank. Links was links, juist. Maar gewoon, zijn prime, hoor. Wat een van de voetballer was dan, man. Daarvoor kwam echt naar het stadion. Dat was echt... Ja. Ja, ik ben... Bernd Thijs was ook echt gigantisch goed. Le Point ook. El Ganassi in zijn prime. Ook fenomenaal. Boussoufa was ook fenomenaal. Ja, je moet er maar één kiezen. Ja, ik denk dat ik echt naar Nazari ga. Ik denk dat we die het meest zouden kunnen gebruiken. Denk ik. Dus als je plots iemand anders er zegt, dan denk ik van ja, die is. Ik vind eerder op rechts. Ik ga Fouquet zeggen van kampioenjaar. Ik was ook aan iemand op rechts aan het denken. Omdat wat ik soms... mis bij Gent, maar het is nu veel beter met Fofana en Brown, maar ik kom heel graag naar het stadion voor zo spelers die, als je ziet dat 1-op-1 is, dat je zo lichtjes uit je stoel begint te gaan. Ja. En like wat je had met Piatkowski. Niemand buiten jij. Nee, maar dus... Nee, maar snap je wel. Ik bedoel Fofana, zo aanvallende spelers, inderdaad. Want Piatkowski zou ik misschien ook wel terug willen. Nu bij Fofana, hij heeft een bal en hij zit al... Oké, hij is gekomen. Ik dacht dat je bedoelde als verdedigend zijn. Dus als je op 1 staat, dus als er één is doorgebroken. En dat je dan gaat kijken van... Wow. Daar dacht ik dat je dat bedoelde. Dat bedoelde ik heb je doen twijfelen, sorry. Punt, zeg maar verder. Maar dus zo spelers 1-op-1, waar dat zo lichtjes vanuit je stoel komt. En ik dacht, we hebben dat sowieso op links, met Brown en Fofana op dit moment. Maar op rechts hebben we dat niet echt. En dan begon ik ook te denken van, bij wie had ik dat wel, die op rechts stond. En Fouquet kwam ook in mijn hoofd op, maar dat is niet zo'n 1-op-1. Oh, ken niemand. Dacht, en misschien denkt u nu aan hetzelfde, ik dacht toen echt aan Kalou. Ah nee, oké. Okay. Dat was echt zo de prime, echt zo de op zijn toppunt. Want dat was Yves Van der Hagen, zo Simon en Kalou op de flanken. En dat was 4-3-3. En dat was toen die twee op één kwamen, dat was echt plezant om naar te kijken. Maar ik vond wel dat Kalou zijn periode dat hij echt goed was, niet zo lang duurde of zo. Dat is volledig waar, maar... Het was niet zo'n half seizoen of zo. Ja, zoiets. Zijn eerste half seizoen, denk ik, gewoon. Dus dat kwam nog net mee, dus ik was aan Kalou aan het denken. Of gewoon...
Nog een zeer goede verdediger erbij, namelijk Chico. Ja, daar was ik ook aan het denken, Chico. Ja. Of Bron. Op zich, we hebben drie heel goede verdedigers, maar de spoeling is ja. Ik ging voor Bron gaan. Oké. Okay. Want hij dat zegt, we hebben niet zoveel... We hebben onze drie belangrijkste verdedigers. En dan hebben ze nog... Ja, Nourio, die alsmaar geblesseerd is. En dan nog twee jonge gasten. Dus ik zou nog een extra verdediger erbij brengen. Maar Bron. Ik denk dat wat Bron en ook wat Gigot zo goed maakte, dat zij waren Frans sprekende verdedigers. Ja. Als hij dezelfde taal spreekt in de verdediging, kun je beter hebben. Ja. Ja, snap je? Zij kunnen gewoon in de rij taal communiceren. Stel je voor, Gigot, Bron en Nardi. Drie Frans, allez... Ja. Dat zijn de drie sleutelverdedigers. Allee, spelers dan wel nog. Dat loopt door naar Riga, daar zo wat zagen. Wat zagen ze? Nee, maar ook Brondi was ook aanvallend. Ja. Kon hij heel goed... Ja, want het was ooit zo dat we echt een slechte seizoenstart hebben. Dat hij echt gewoon tops... Met 8 doelpunten dat hij topschut was tot in januari of zo. Maar dat was, ik denk... Bron en... Rostedt, denk ik. Ja. En die hadden samen de meeste goals van heel Gent. Ja, en Bron trapte zelfs penalties ook. Hè. Ja, juist. Ja. Chico ook soms. Tegen, kan hij eens ook zo... Match herinneren tegen Brugge, dat Chico de penalty neemt, dat hij hem mist en dat Kalou dan hem binnen duwt, nog met zijn zool. Ja. Ik herinner mij denk ik ook een match tegen Brugge, dat we thuis 1-0 winnen en dat Kalou zo een goal maakt, dat de bal zo helemaal maar netjes over de lijn is, heel net. En voor de rest van de match hebben we gewoon gestreden. Dat was echt een veldslag eigenlijk. Zoals wel vaker zijn. Maar dat was echt niet normaal toen, met heel veel vuile fouten enzovoort. Juist, ja. Rode kaart ook, denk ik. Dat was dat we zo speelden in die lichtblauwe truitjes. Ja, die ik ook heb. Ja. Ik vind eigenlijk echt lelijk, ik heb dat zelf ook. Maar, maar ik vond dat in het seizoen zelf, vond ik dat ook zo... Wat is het nu weer dan? Maar dat is wel... Maar dat is het anders. Altijd hetzelfde type blauw, inderdaad. Ja. En dat, je weet direct dat dat seizoen, dat, zo, dat heeft zijn eigenheid, dat truiken. Dat is waar. Eigenlijk is zo wel iconisch. Zo. Want ik heb... De blauw is wel het genblauw. Die hekscode ken ik ook. En daarom dacht ik op dat moment zelf van, allee, waarom ga je nu weg van ons blauw? Ja. Ik heb dus dat lichtblauw truiken, weet ik nog, op het einde zo... Goh, ik vind het niet schoon, ik ga het verkopen op de rommelmarkt. En nu heb ik daar spijt van dat ik dat gedaan heb. Ja. Maar dus, om een speler te kiezen... ik was aan het denken... Dus ik had Kalou en Gigot al, en dan terwijl dat jullie aan het babbelen waren, dacht ik zo ineens... En dat is meer gewoon omdat dat zo'n cultheld is. En we hebben nu geen spits nodig, maar ik wil hem gewoon mentionen. Khalifa Koulibaly. Ik wist dat hij die ging zeggen. Die kon soms... Hij wist, als hij alleen op doel ging, één op één, gelijk gisteren die Soudali eigenlijk, dan wist hij zo... Ja, het zal wel geen goal zijn. Maar dan maar als hij dan een omhaal moest doen, dan... Dat was, die goal tegen Konyaspor. Mm-hmm. Dat is toch gek. Ik weet nog, mijn allereerste match van Gent, dat was 1-1 tegen Altag uit Oostenrijk. Dat was echt een slechte match, want dat was wel Koulibaly die scoorde mijn kop al. Mm-hmm. Ja. Tegen Braga heeft hij ook in mijn halve omhaal of volley gescoord. Ja. Tegen Shakhtar Donetsk ook een keer, denk ik. Op Oostende ook een keer met de volley. Die maakte echt toffe goals. Oh, en, nog een speler dat we misschien zouden kunnen gebruiken. Nicolas Pedersen. Ja, die goal op zondag. Ja. Maar nee, die gast was echt een goede voetballer. Maar inderdaad, die was ook mega veel geblesseerd ook wel. Hè. Ja, maar dat was... Man, dat hij speelde. Dat ging wel niet vanaf begin. Ik weet dat de allereerste match in de Gelamco was tegen KV Mechelen. En wij hadden die zomer net Pedersen gekocht. En die... Ik denk dat die startte. Maar ik ben het niet zeker. Dat was nog met Mboyo en... El Ganassi en Kagé en zo. En die man... Kagé ook. Zoveel spelers. Ik word heel verliefd. Mm-hmm. en ik... Het was niet dat hij met een fluitconcert of zo eraf werd gehaald, hè, maar het was wel zo... Allee, ik ben hier weer zoveel miljoenen gelegd voor een dat zo fragiel is als iets. Natuurlijk bleek dat achteraf totaal... Allee, hij was fragiel. Of hij was veel geblesseerd, maar was al een goede transfer. En heeft hij met die goal zich... Allee, elke Gent van gaat dat... Zeer lang nog herinneren, die goal. Dus die is denk ik al gestopt met voetbal. Ja, ik denk het dus al. Maar dus om de lange vraag te beantwoorden, ga ik toch gaan... En het zou weer iemand helemaal anders zijn. Jorgasovic. Ja, Remtjouk. Simon zou ik ook nog kunnen zijn. Daar zat ik ook aan te denken. Het zijn zoveel... de jager ook, maar we hebben geen middenvelder nodig. Neto. We hebben de Saar. Toch Chico. Kies jij de Saar boven Neto?
Wie zit hij, man? Als ze alle twee ik zou nog een keer de Champions League campagne moeten herbekijken. En dat anders. Ik vind dat een moeilijke. Ik zou altijd nee doen. Altijd. Ook gewoon puur voor de clubheld. Maar ook. Ja. De Sar is ook. Ook gewoon van speler. De inzet dan niet te tonen. Hij mocht nog 0-3 verliezen zijn. Die gast liet nooit zijn hoofd zakken. Oké, okay, de Sar ook niet. Ja, jawel. Ik vind Neto meer een leider dan de Sar, hoor. Ik weet niet. De Sar Neto was, was echt een kapitein. Denk misschien zelf meer. Wel, Kums is ook echt een kapitein. Ik denk dat Kums het veel leert heeft van Neto ook. Kums en Neto. Dat was een schitterend middenveld. Vandaag wijken we veel af. Ja, dat is vreemd. Maar dat is niet erg. Maar dus, Gigo. Ik ga misschien mijn keuze nog veranderen. Maar jongen. Jullie gaan misschien weer denken dat ik zo'n echte typische fanboy ben. Maar ik ga Castromontes. De wiebel verder. Maar nee, eerlijk. Ik vind die eigenlijk gewoon beter dan Fouquet. Moesten wij inderdaad... Dat dan misschien inderdaad een van de spelers zijn die wij nu echt goed kunnen gebruiken. Ja, prime Castromontes. Op rechts hebben we echt iemand nodig die dat allemaal kan, maar dat hij kan. Ja, dat is waar. Vooral aanvallend dan. Maar ik vond Fouquet aanvallend toch wel iets sterker dan die zijn voorzetten waren misschien iets beter, zeker in het kampioenjaar, want ik vond dat eigenlijk minder. Maar we praten over echt het beste wedstrijd van Fouquet. Ja, tegen de echt beste wedstrijd van Castromontes. Ik denk dan wel... Maar aanvallend brengt Castromontes denk ik meer... Ik denk dat Fouquet verdedigend iets beter is. Ik denk andersom. Ik denk dat Fouquet meer aanvallend zo die voorzetten kan hebben, terwijl Castromontes aanvallend misschien zo meer dat indribbelen kan hebben. Maar Castromontes zijn voorzetten waren ook goed. Ja, die heeft echt verschillende... Ik denk die voorzetten van Fouquet zouden misschien iets beter zijn, denk ik. Castromontes heeft gewoon verschillende mogelijkheden om aanvallend goed te zijn. Misschien denken we dat nu ook, om die kwam... En ik denk dat dat misschien ook niet zijn favoriete positie was, want hij heeft soms al eens verteld dat hij onder... dat zijn band met Heijn was niet top, maar Castromontes die speelde bij ons niet altijd, maar heel vaak van op links. Ja. En dan kunnen we wel naar binnen komen en... Maar oorspronkelijk stond hij op rechts. Hè? Maar hij stond inderdaad oorspronkelijk op rechts, maar hij heeft dat dus niet heel zijn periode bij Gent gedaan. En Fouquet wel. Dus misschien hebben we dan zo... Of beïnvloedt dat onze... Onze beeldvorming of zo, over die twee. Maar het is dan Sambaas erbij gekomen en dan is Castromontes naar links moeten verhuizen. Maar er zijn ook zoveel keepers dat ik misschien zou terughalen. Nu, als Castromontes er is, zetten die toch altijd op rechts? Ja. Tuurlijk. Allee, en Brown op links. Dus. En Fofana? Ja, Fofana in de pocket. Hè. Op de 10. En Hong dan? Ja, jong. Ja, jongens. Er zijn te veel spelers. Nee, maar eerlijk, dat zou wel echt een luxe probleem zijn. Ja, inderdaad. Ja, maar ik zat ook eigenlijk een keeper terughalen. Maar hij zei hier daarnet zo'n fan van Ardi. Ik ben fan van een keeper van Gent. Okay. Ook van Jacob Rinne. Oh, tuurlijk. Zegt dat is de beste tris. Rinne laat hem weer binnen. Ja, dat was de mop, hè. Maar Kalinic was ook wel dan. Ja, ik vind Kalinic de beste keeper dat wij ooit gehad hebben. Allee, dat ik bewust heb meegemaakt. Ik denk dat ook wat wij hebben meegemaakt. Maar zelfs als kampioen... Kalinic had een dien dan, maar dat niet. Het enige wat hij niet kon was penalty's pakken. En met voetballen. Dat ook eigenlijk, Ik had dezelfde vibe, of hetzelfde gevoel bij Kalinic als hij een bal kreeg, als bij een Gattu. Ja. Wat een idee. Pas op. Zo, u komt als het toe gaat. Of als hij aangespeeld wordt, terwijl die bal naar hem komt, dan is zo pijs van... Laat hem niet binnen, hè. Moet je mij trouwens denken aan een flater van Kaminski tegen Saint-Etienne, ooit een keer, denk een paar jaar geleden. Kaminski was soms ook zo'n... Maar jullie zitten onterecht op Kaminski te bashen. Kaminski was echt een goede keeper. Hij was een goede keeper, maar dat deed mij goed aan denken. Dat geen topper, hoor. Hij kreeg een pas en hij laat die bal gewoon onder zijn voet gaan en hij rolde gewoon binnen. Van alle topkeepers die wij gehad hebben, zitten die op het moment bij de hoogste ploeg. Ja, oké. Okay, ja. Ah, ja, dan is het eigenlijk de beste keeper dat wij hadden. Maar ja, dat is gewoon het moment nu. Want Kalinic is geblesseerd. Zelfs zit bij. Altijd bij Strasbourg? Ja. Altijd. En Kaminski zit bij Luton. Maar ik vind Strasbourg misschien wel beter dan Luton, hoor. Nou, Luton dus, ja. Nee. Eigenlijk zou dat kunnen we voor een andere keer zo maken. Rangschikking van alle doelmannen die in de Gelamco Arena bij Gent al hebben gezeten. Goh. Ik vind zelfs Kalinic en Nardi alle drie beter dan Kaminski, hoor. Sowieso. Jawel, man. Kalinic, zelfs Kaminski, Nardi. Nee, ik vind Nardi beter dan Kaminski. Maar ja, kijk.
Ik vind, We zijn weer echt zot aan het uitweiden. Eetje, ik vind Jorg Kasovic de beste. Nee, maar ik zat toen ik naar het voetbal ging, was dat echt een van mijn favoriete spelers. En dan ging hij naar Club Brugge. En mijn opa zei, ik had net een shirtje van hem. Ik kreeg zo'n wit keeper shirtje. Dat was zo wit met goud en ik had dat kreeg. En mijn opa zei, waarom mocht dat niet meer dragen? Ik, waarom niet? Ik stamte dat, dat is niet zo goed als kind. En dan, ja, die is naar Club Brugge gegaan. En dan was ik ook gewoon boos, omdat mijn opa boos deed. Dus dan liep hij samen zo boos door het Ottenstadion. Boos kijken naar iedereen, wat een domme die een domme is weg. Ja. Ik weet nog, dat is ook zo'n... Echt, je hebt zo vaak momenten in een match dat je keihard herinnert en dat je je afvraagt waarom in godsnaam herinner ik dat. Maar bij mij was er ook zo één herinnering nog in het Ottenstadion, dat Jorg Kasovic was waarschijnlijk net naar Brugge gegaan en dat was de eerste match dat hij terugkwam. En het was rust en dan was dat nog zo met die aparte hamburger kramen beneden. Dus ik kom naar hamburger. Goeie hamburgers. Maar er was natuurlijk een gigantische rij, dus het was te laat voor de aftrap van de tweede helft. En dus je kijkt zo naar je uurwerk en je door, oké, tweede helft gaat ver beginnen. En ineens begint de spionkop, maar gelijk dat er gescoord is. En ik zo, maar, of ja, nee. Het was niet zo echt een schreeuw van ja, er is gescoord, maar er kwam gewoon gigantisch veel lawaai uit. En ik dacht zo van, wat is er nu in godsnaam gebeurd? En dat is een oude mens achter mij. Ja, dat ga je ook Kasovic zijn. Hè. Die dat waarschijnlijk zo dan aan de goal kwam van de spionkop en de spionkop volledig wakko ging naar hem. Dat is gewoon zo'n moment dat ik me nog herinner. Ja. Dat ik besefte van, ja, oké, van Gent naar Brugge gaan. Maar bij die gast, zijn er dus echt gewoon, zij zijn ruiten van zijn huis gewoon in smiet. Ja, dat is een wij vonden, sommigen, ik vind dat niet erg, van dat spandoek van Yaremchuk. Dat is wel echt next level, dat je hoe zijn ruiten van zijn huis zijn. Dat is wel extreem. Ja. Je kunt, maar weet je, dat is ook zo... ik heb ook wel een passie voor voetbal, hè, maar je moet ergens wel de grens trekken van... Het is voetbal en dan het echte leven. Maar ja, zeg maar. Wel, je moet dat kunnen splitsen. Ja. Ik haat Yaremchuk ook echt het diepste van mijn hart. Maar moest ik die op de straat tegenkomen, maar ik heb hem niet de kop in smeren of zo. Ja. Het stadion zou ik dingen naar zijn naar beginnen roepen naar hem. Dat maar, ik op straat niet zou doen. Ja, het is gewoon... Het is gewoon omdat ik... Ja, dat is mijn werk, hè, voetbal. Nee. Je moet gewoon ergens de splits kunnen maken van voetbal en dan je alles. Professioneel op, leven. Ja. Sowieso. Ja. Je moet niet mensen huis beginnen bekogelen met steen. Mm-hmm. Nee, dat is gewoon. Oké. Okay. Voorbeschouwing? Yes. Nee, moet is er nog iets of niet? Toch? Nee, wat Bronnen zegt. Sorry. Ja. Oh, Cedric. Ik zei Castromontes, jij zei. Cedric zei. Nana Azari, denk ik. Azari. Ja. En jij zei. Zigo. Zigo, juist. Ja. Oké. Okay. Oké. Voorbeschouwingen. Tel Aviv. Wie weet er iets van Tel Aviv? We kijken allemaal naar Stadman. Ja, Stadman. Ja, ik heb niet zoveel. Ze zijn nog goed in vorm. Laatste 5 matchen, 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk. In de competitie zijn ze eerste, 13 of 15. Doelsaldo van 15 tegen 2. Dus ze zijn redelijk in vorm. Maar voor de rest, kijk, niks. Ik denk dat we eens een keer moeten vastpakken, zeg God, van mijn eerste speeldag. Ja. Zeker na de eerste speeldag zullen zij denken, haha, wij staan eerste. Nicolai zei het vorige week in de aflevering, toen ik hier een statement maken van, gasten, dan ga je niet eerste worden. Maar zij hebben dus zullen wij dat wel doen? 2-3 gewonnen op Breda Blik. Ja. Of niet, was niet thuis? Dat is thuis op of thuis kan ook, ja. Ah ja, want ze spelen nu uit, dus ja, dat is logisch. Ja, zij willen dus ook eerste worden, hè, dat is logisch. Hè. Dus, wij gaan eerst worden. Maar denk, of misschien Europees front opgeven en we los voor kampioenschap gaan. En beker. Nee, man. Ja, van mij zou het mogen zijn. Ik zou liever... Maar ja, dat zeg je nu, totdat we dan Aston Villa loten en je naar Aston Villa mocht. En we thuis al gewonnen hebben. Dan kunnen we onze identiteitskaart nog een keer hebben. Paspoort. Nee, maar kun je, ik zou gelijk eerder de beker opgeven dan Europees of zo. Allee, kun je, in mijn hoofd is dat zo... Dus ze zien hoe ver dat we zouden geraken. Moest kunnen gegarandeerd worden dat we tot in de halve finale geraken. Moesten ze ook kunnen kiezen. Dus of je wint sowieso de beker, of je geraakt in de halve finale. En je weet nog niet wat er gaat gebeuren. Dan zou ik misschien toch wel zeggen, die halve finale. Ja. Dat heeft toch zo iets meer prestige. Zo. Geeft gewoon niks een op, Europees toernooi. Geeft niks op. Ja, ik denk wel dat we iets gaan moeten opgeven. Maar dat gaat dat gebeuren door gewoon... Pak gewoon de treble. Uitstakeld te worden. Niet gelijk Antwerpen doen, gewoon uit het Europees toernooi stappen. Ja. Nee, maar dat gaat dat gewoon gebeuren door uitgeschakeld te worden op een normale manier. En zo... Luister niet naar Thibaut. Hij wil toch dat je ploeg inderdaad altijd overal strijdt tot dat... Ja. Dus dat is inderdaad... Ik vond het daarin. Van mij mocht het beker uitschakeld door de Europees uitschakeld, zolang we maar kampioen spelen. Maar dat kan je ook niet garanderen, hè.
dat gebeurt toch. Ik heb heel mijn levensvermogen erop gezet. Dus beter spelen we kampioen. Hij gaat toch niet zo naar een Europese match gaan of een bekermatch en het verloren. Dan zo, ja, goeie zaak, mannen. Ik ga daar zitten. Doe dat, jongen. Allee, ja. Nee, ja. Maar ja, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk zou ik dat niet leuk vinden. Maar moesten wij daarna kampioen spelen, zou ik zeggen. Ja, dan wordt dat wel goed, natuurlijk. Maar. Dat is daardoor. Tuurlijk, ja. Ja, dan kunt het dan niet per se daarop steken of zo. Of ja, je weet dat niet. Ik vind dat Europa, bijvoorbeeld nu in onze groep, hoe lange reizen dat wij moeten maken, ja, okay. Dat echt een uitputting is voor het team. Daar ga ik mee akkoord. Dat zorgt voor meer vermoeidheid en misschien wel voor puntenverlies. Maar ik vind niet dat je dat expres moet vermijden. Nee, natuurlijk niet. Je kunt wel de focus leggen op bijvoorbeeld competitie en beker. En bijvoorbeeld met mindere spelers. Ja, minder tussen aanhalingstekens. Mindere spelers starten aan een Europese match. Ja. Met Roef bijvoorbeeld, dat is niet per se minder. Ja, maar wel iets minder. Het 5 wissels, het toch ook een stuk of 15 spelers die in de ploeg zou kunnen spelen. Dus ze kunnen Europees of in de beker. En jeugd gebruiken in Europees. Ja, gewoon roteren. Je kunt inderdaad roteren. Je kunt met zo'n halve B-ploeg spelen die wel echt nog goed is en die zich dan ook kan bewijzen. Gewoon jonggent naar Europees sturen. Maar dat zal nu niet het geval zijn, omdat we inderdaad wel het een belangrijke match is voor als je hem verliest, 1-6. Ik denk voor de supporters vooral. Uw Europese campagne nog voor de winterstop zit te achtervolgen om erdoor te geraken. Ik denk dat we dat vorig jaar ook gehad hebben met Djurgårdens, Molde en nooit. Molde hebben 2 keer gewonnen, denk ik, toch? Daar zijn we 0-4 gaan winnen of zo? Nee, daar hebben we 0-1 gewonnen met een goal van Le Magique. Ja, juist. Ja. Le Magique. Ja. En thuis 4-0 gewonnen. Ja. En dan tegen Djurgården een stukje verloren en tegen Shamrock daar gelijk en thuis gewonnen. Ja. Mm-hmm. Goh, ja. Juist, voorbeschouwing. ik kon niet veel zeggen. Ik heb geen idee wie dat er speelt. Ik denk, ik zei tegen Intel dat opgepikt, dat is een van de enige, maar jullie luisteren naar mij. dat belangrijk is voor de supporters. Ja. Ik denk, stel Gent verliest of gespeeld gelijk, denk ik dat het niet goed gaat zijn met supporters. We zijn inderdaad wel even in een iets mindere spiraal. Zo. Als je daar op een afstand van kijkt, inderdaad, we hebben onze beste start sinds 22 jaar of zoiets. We hebben nog niks verloren in de competitie. Gedeeltelijk eerste, we hebben niets verloren. Het is gelijk, alleen zo, onze spitsen zijn even niet aan het scoren, maar een Europees, dat was echt een traak van een match daar in Polen, tegen die Oekraïners dan. En toch zijn we als Gent van aan het neuten. Wat dat goed is, dat toont wel dat het zo goed gaat eigenlijk, als je daar al kritisch bent. Ze zijn gewoon zo goed begonnen. Ja, maar het gaat belangrijk zijn, denk ook voor een aantal supporters in het stadion, want ik vond tegen Eupen dat al het stadion wat meer gevuld was. Ik weet niet of jullie dat is ook opgevallen. Zeker. Vond dat, ik schat iets van 17.000, 16.000 man, zoiets zal er wel in zitten. Dat was redelijk veel. Dat ik toch wel zie van, het gaat wel goed met Gent, dus de successen komen terug. Dat was wel, Eupen was wel een statement, vond ik. Ja. Zo van, oké, 10 man hier, terugkomen. Toch terugkomen. Ja. Ik had aan de rust, zijn maat zei van, nooit van zijn leven dat wij daar nog over geraken. En dan... Nee, dat ik nu ook weer niet. Ik zei tegen jullie, dit seizoen heb ik echt mijn Gent van, als je achterstaat, heb ik niet per se wat het is gedaan. Ja, dit seizoen heb ik echt van, we staan achter, kom maar goed, of zo van, het is niet gedaan. Terwijl anders... Ik heb we staan achter, weer al. Ja, maar als ze dan een paar jaar geleden tegenkomen, dacht van, het is gedaan. Ik kan beetje naar huis gaan. Nu heb ik echt nog het gevoel, ik heb nog niet het gevoel van, het is over. We weten, want het gaat nog wel iets gebeuren. Maar dat is ook omdat wij zoveel kansen creëren en omdat we... Ja, dat is. Ça va, voetballen wel. Dan keren we terug met wat ik eerder zei. Het feit dat wij nu even niet scoren, dat is heel ambetant, maar dat is niet zorgwekkend, omdat wij net nog zoveel blijven creëren en zo, ça va, spelen. Een keer dus beter dat dan nog niks creëren. Ja, een keer dat Kuipers en Orban terug een klein beetje op gang beginnen komen, dat is... Los kampioen. Oké, en dan de wedstrijd tegen Genk. Ja. Zondag om 6 uur. Hebben we geen pronostieken meer? Pronostiek? Straks. Geduld, geduld. Ja. We gaan nog een keer iets moeten veranderen, want mijn portefeuille, man. Shit. Moet ze maar winnen, hè. Ja, ik moet wel wees doen, jongens. Ja, dat is ook wel. Ik heb gezien, Genk, laatste 5 matchen 1 keer gewonnen, maar 4 keer gelijk. Ik denk dat dit een ideaal moment is om Genk te treffen. En, ze staan momenteel 6e met 14 op 27. En ze hebben hetzelfde doelsaldo als ons. 15-9. En zij moeten ook Europees spelen. Tegen... Zij moeten iets bewijzen ook in Europa. Ja, zij moeten 2 uur later spelen dan ons op verplaatsing, een verre verplaatsing. Dus dat speelt ook in ons voordeel. Ik zal eens opzoeken tegen wie. Wij spelen
thuis twee keer, dus dat is sowieso een goede. Heinen is ook geblesseerd, denk ik. Dus dat is ja, juist. Ja, in de laatste match is hij van het veld met hem. Dat is wel een zeer goede. Maar ik heb die zien invallen tegen... Wie speelde ze nu? Hij is tegen Club Brugge uitgevallen. Ah, maar ik weet niet of dat hij al terug is. Hij is van het weekend weer ingevallen. Oké, dan is dat gewoon zo. Mijn fout. Was, ja. Niet, was dat niet van het weekend dat hij geblesseerd is? Nee. Dit weekend, tegen wie speelde ze nu weer? Westerlo. Weekend. Westerlo, inderdaad, is de invaller rond 70 minuten of zo. Heel dat publiek was je. Dat is zeer spijtig, want dat is een zeer goede speler. Liverpool Union is deze week. Ja, inderdaad. Goh, daar zou ik voor tekenen om zo naar zo'n zot Engels te gaan. Dus allee, West Ham noem ik geen zot Engels. Ja, stel je voor dat wij tegen Liverpool spelen. Dat zou het zijn. Zie je ons al haden bij het Eddie Ballantrem-kaart. Hey, moesten wij zoiets loten in de kwartfinale? Ik ga niet dag gaan. Ik ga, gewoon, ik ga echt vier dagen gaan of zo dan. Wel, nee. Dat was toch wel pittig. Inderdaad. Indien dat hier 10 minuten geleden bezig was. Wow, Conference League, geeft hem maar tegen, ze spelen tegen Tchouchariski? Ja, die is mooi. Een rare naam bedoel ik. Kun jij dat uitspreken? Wat denk je dat ik... Wat al is dat zelf? Spreek in de microfoon alsjeblieft. Wat al is dat zelf? Ik zal een keer kijken wat ik... Ja, ik kan het al sinds niet uitspreken. Ik spreek het als Tchouchariski. Ze zitten met Panathinaikos in de competitie, dus waarschijnlijk Grieks. Grieks, ja. In de Superliga. Ja, ik wist dat een verre verplaatsing was, ik wist niet waar, maar Griekenland dus. Oké. Okay. Dus wij hebben wel een moeilijke wedstrijd. Zij zitten niet met Panathinaikos in de groep. Partizan zit in de competitie. Hm. Ah, in de competitie, hè? Niet in de groep van Conference League. Nee. Ja, dan is Belgrado, dus dat is Servië dan. Ja. Ja. Nog steeds vrij ver, hè? Ja. Drie uur, vlees ik. Hang iets zeggen? Ja, ik denk dan... Oké, zij hebben de moeilijkere verplaatsing, maar wij hebben misschien wel een moeilijkere wedstrijd dan. Ja. Dan hen. Als wij allemaal die ploeg niet kennen... Maar ja, we spelen wel thuis. Ik zet natuurlijk verplaatsingen. Ja, in een topmatch maakt dat misschien inderdaad niet zoveel uit op het moment zelf. Ja. Ja, tegen Gent-Genk is dat gewoon, ja. Als ik bijvoorbeeld Antwerp-Gent zie staan, dan kun je... Met Antwerp heb je dan wel zoiets in je achterhoofd. Ja, het kan gesloten zijn, maar Genk, die voetballen altijd. Ja, dat is echt... Ik vind dan, als ik een andere ploeg dan Gent zou willen kijken, dus Genk valt daar zeker onder. Ja, die spelen gewoon goed, dus... Ja. Nooit. Maar het is uw blauw-wit complex. Ja. We zijn de ene blauw-wit ploeg. Dat is ook zo, ja. Eigenlijk gewoon fuck al andere ploeg, behalve Gent. Maar het gaat denk ik wel een toffe match zijn. Gewoon. Ja. Ik denk wel, omdat we zo, Tolo is in de spits. Hè. Ja. En dat is zo weer zo'n type Thiago, allee, wel groter dan hem, maar wel zo weer zo Kandus en Watanabe, dat gaan weer zo leuke duels opleveren. Ja, die zal is, al in de achterzak van Watanabe terechtkomen. Vorig seizoen was dat zijn eerste match, denk ik. Die had een invalbeurt, die was net naar Genk gekomen om Onuwatje te vervangen. Dat is ook een fantastische vervanging geweest. Ja, maar die had wel gescoord, denk ik, tegen ons. Maar die had inderdaad... Misschien zelf twee keer. Of ja, dat kan die ook. Had alleszins de match gewonnen voor Genk, denk ik. Maar ik heb hem zien sukkelen in de Europese voorronde Tolu. Ja, inderdaad, het was dat. En daarna is het afgegaan. Hij bedoelt die match dat Hong in het begin de 1-0 scoort. En dan gaat Genk nog over ons, denk ik. Ik wist zelfs niet meer dat wij daar zijn voorgekomen. Ja, we zijn daar voorgekomen in het begin van de match. Paintsel heeft denk ik ook iets gedaan die match. Ja, zou ook kunnen, maar... Die is er wel nog steeds. Die... Dat is een goeie Dat gaat zeer interessant worden. Paintsel tegen Brown. Ja, speelt het tegen Brown? Gewoon Paintsel een beetje kwaad maken. Hij pakt rood. Dus speelt Paintsel niet links? Nee, speelt rechts. Vadira speelt links. Oké, ik heb die gewoon van het weekend een goal zien maken van op links, maar dat was dan een counter of zo. Paintsel, die krijgt wel snel... die is wel snel boos. Ja, dat is waar. Ik denk als Brown ook een keer zo doet, lijkt dat het tegen de ene van... wat was het? Nee, van die Cyprusse ploeg. Nicosia. Dat hij daar zo vier... Als hij dat bij Paisel doet, het zo boos en hem beklop heeft of zo. Ook tegen RWDM doet hij daar zo even nog een schouderduw. Maar dat zijn speler was meer al boos ook. Ja, maar dat, als je dat in herhaling ziet... Ik was... nu gaan we terug naar RWDM. Maar maakt ik was niet uit. Echt... Iedereen was gefrustreerd waarschijnlijk, maar... Zo die RWDM-spelers... En oké, elke ploeg kan dat doen. Dus Gent kan dat ook doen in een match dat ze voorstaan waarschijnlijk en tijd willen rekken. Niet dat wij dat zoveel doen. Maar als je effectief geblesseerd zit en nu op de grond legt en er moet verzorging komen, gelijk met Biron daar op het einde, die mens was half dood en die leek wel echt geblesseerd, dat er dan verzorging moet komen, oké. Maar als je zo je blessure veinst voor tijd trekken, dat... ambeteert mij nog neiger dan zo aan de cornervlak bijvoorbeeld wat aan tijd trekken. Dat ambeteert mij ook zeer hard. Hè, maar ik vind dat echt verschrikkelijk. Als je dat bij blessures veinst, dan
gaat je gelijk iets... Een goede actie, want wij gaan... Allee, de scheidsrechter spel stil om effectief te gaan checken of dat er iets is met u of dat je niet effectief pijn hebt. En jij gaat dan nog een keer gaan misbruiken voor tijdrekken. Daar kan ik echt... Dat vind ik echt zeer ambetant. Ja. En dus, Dean Brown die gaf daar zo'n duw aan die speler. Die vloog daar de tribune in. Maar die was al in de lucht. Ja, hij sprong, hè. Als hij een duel ging met Brown. Ja. En dan daar begint draaien. En ja, het was echt een duik. En hij was wel... Allee, hij heeft Brown al een paar keer boos, afgestopt. Dat weet ik maar, het was een duwke, man. Oh, ik dacht, zijn dat hij daar... Toen dacht ik echt... Maar toen was ik aan het twijfelen om mijn tv gewoon uit te zetten. Dat hij dat maar doet tegen Pencil ook. Nu zal dat misschien weer rood. Maar dat is wel komisch, dat Pencil zo staan. Dat ziet er ook geen speler uit eigenlijk zo boos zou zijn, vind ik. Nee, dat is gewoon echt gewoon omdat we hem dat al zien doen, dat hij gewoon zo is. Maar als gewoon... Stel als die Pencil voor de eerste keer, zou je nooit hem zo inschatten als speler. Nee, het is een brave jongen uit. Ja, maar ja, blijkbaar niet. Ja. Oké, pronostiekjes. Het is zelfs nog iemand iets kwijt zijn over Genk. Nee, denk gewoon. Welke denk als, Genk, als eigenlijk? Zesde. Oh. Ja, ik moet ook echt naar de les eigenlijk. Oké, perfect. Perfect. Nee, denk gewoon als Orban en of Kuipers starten. Ja. Dat ook al moet lukken. Ja, voilà. Ja. Oké, we gaan snel doen. Alle twee de pronostieken. Kent het, Cedric. Ik moet het uitleggen. Ah, maar het moet eerst niet zijn dat we iets gingen veranderen aan de... Als je een pronostiek juist had. Weg doen. Ja, gewoon als je de score juist hebt, dan krijg je krijg je gewoon iets in de glamco. Als je ook de juiste goalscore zet, krijg je iets om te eten. Voilà, dat was het. Natuurlijk met onze pronostiek van begin van het jaar met shirtje. Dat blijft wel. Hè. Wat bedoelde? Ah ja, als degene die de eindpositie juist heeft van Gent krijgt een shirtje. Ja. En als ze helemaal vergeten. Het einde van het seizoen hadden we al gezegd, zeker. Ja. Ja, dat kan wel. Oké. Ah ja, zo van de plaatsend klassement. Ja. En als er een gelijkstand is, was het een Europese ronde waar dat we eindigen. Ja, juist. Ja. Ik dan nog zei, ik weet nog dat wij kampioen gaan spelen. Dus eerst, sparen, jongens. Eerst Tel Aviv, dan Genk. Ja. Zeg maar. 0-7. Het is twee keer thuis, hè, dus dat zou pijnlijk zijn. Ah, ja. Uit Europa. 3-1 tegen Tel Aviv. Achterkomen. En dan... Pas in de 80ste minuut 1-1. Stel je voor. Het zou wel een leuk feestje zijn. Goh, ik kan er niets bedenken. Dus we gaan zeggen, Orban gaat nog eens zot doen en scoort een hattrick. Nice. Daar houden we van. Tegen Genk... 2-1. En Kums. En Fofana. Right. Gentel? Tegen Tel Aviv ga ik zeggen 2-0. Goal van... ik vind dat te moeilijk, hè. Ik denk Kuipers. Die gaan nog een keer scoren. En... Orban. Het is gewoon Kevin en Orban. Die hebben altijd nog een keer scoren. Hij zegt altijd. Niet altijd. Ja, nee. Vaak. Cedric. Oh, en Genk. Ah, sorry. Kalm, hè. Hij moest een les aan. Ja. Nee, tegen Genk ga ik zeggen... Ik kan mijn les skippen. Mopje. Wat hij zegt? Bij Genk 2-1 dat hij zegt? Ja, mocht hetzelfde zeggen. Hè. Ik ga zeggen 1-0 met een goal van... Heel zeker. Het zou hem gegund zijn. Hij gaat ons ongelijk bewijzen. Ik ga hier een afstandsshot. Ik denk dat het de zotste pronostiek gaat zijn dat ik ooit heb gedaan. 10-0? Nee. Ik ben aan het twijfelen tussen twee. Ik ga denk ik gaan voor 5-1. Mooi. Ik denk Kuipers twee keer, Orban, Watanabe en Fofana. Oké. En tegen Genk denk ik 3-2. Orban twee keer en De Saar. Oké. Ik zeg 2-0 tegen Tel Aviv met goals van Brown en Orban. En 2-1 tegen Genk met twee keer Orban. Oké. Dan zijn we klaar, zeker? Yes. Gaan we nog de barometer? Ik zal het snel doen. De barometer, hè? Oh, ja. Dat is heel belangrijk dat we dat doen. Ik zou gewoon die les skippen als ik u was. De barometer, hij had ook nog iets. Ja, inderdaad. Dus het zal wel een XL-aflevering worden, maar dat is niet erg op zich. Ja. Ja. Tof. Ja, kom, doe dat gewoon.
Hups. Doe maar eerst ons andere special things. Wat was het nu weer? Alles vliegt de grond op. Dus het rubriekje dat we misschien kunnen introduceren noemt Wie is Wally? En het is, ik geef drie zinnen of drie tips. En die linken allemaal aan één speler, één ex-speler van Gent. Dus jullie raden wie en dat tot is. Tot hoever in de tijd houden we terug? 1926. In 1901 speelde Jean-Marie. Nee, we gaan terug tot spelers die in de Gelamco Arena speelden. Dat gaan we moeilijk kunnen doen. Dat mogen we niet meer zeggen. De Moist, de Gent Arena. Ja. 2013 inderdaad. Dus ik heb er vier opgesteld. Ik zal er drie doen. En dan één kunnen we houden voor... Als er een Voor de luisteraars. Ja. Dus. De eerste is... Ik scoorde bij mijn debuut voor AA Gent. Hong. Nee. Ik dacht er ook weer tegenaan. Wacht, zijn uitleg. Ja, sorry. Dus ik scoorde bij mijn debuut voor AA Gent. Ik heb al samengespeeld met Haaland... En toen ik Gent verliet, maakte ik mijn nieuwe club kampioen. Is een Noor? Sørloth? Knal erop. Inderdaad, Sørloth. Ik ben echt een fan van hem. Dus alsof hij debuut was tegen Anderlecht, zeker? Ja. Inderdaad. Dus zo die kop was gehoord. We hebben ook nog geen enkel andere Noor gehad. Nee, inderdaad. Haaland gaf het weg. We hebben geen... Welke? En die in de Gelamco hebben gespeeld, hè? Rostedt. Dat is een Noor. Juist. Ja. Maar inderdaad, Sørloth was die 1-0 tegen Anderlecht, dat is met de kop... Dat is echt een heel goede voetballer, vond ik. Mm-hmm. Ja. Jammer dat hij gehuurd was. Dat was het seizoen, dus als wij Torop herinneren, zeiden wij altijd eruit. Maar in het eerste seizoen was dat gewoon 4-3-3. En dat was hij die niet genoemd mag worden in de spits. Ja. En rechts... Ik zei het Voldemort. Rechts stond dan Sørloth. Ja. En dat was ook de bekerfinale toen tegen Mechelen. Dat was zeer leuk. Ik zat daar helemaal verdrietig. Mm-hmm. Ik ken er... Ja, nee. Ik heb een anekdote daarover, maar die... Voor een andere keer. Dat is voor een andere keer. Dus, de tweede speler. Nog één keer. Dus, bij Sørloth, dus toen ik Gent verliet, maakte ik mijn nieuwe club kampioen. Dat was Trabzonspor, die Turks kampioen is geworden. Maar wij mogen dus raden vanaf het weten of niet. Nee, ik ga de drie tips geven en dan... Was je nog niet gedaan met je tips? Ik dacht dat je Nee, ik had ze allemaal gegeven, maar... Kun je niet antwoord drie of zo? Ja, maar ik weet het niet, ik dacht gewoon eraan, ik heb... Nee, ik geef gewoon de drie tips en dan zeg ik raad maar. Ja. En dan. Dus, de derde, of de tweede, liever, is... Ik was een van de weinigen die Laszlo Beleuni naar AA Gent een goede zet vond. In totaal speelde ik al voor 6 Belgische clubs. Ik weet al wie. En... Misschien ook de andere mensen laten antwoorden. Nee. Ja, maar ik zal even... Ik denk dat ik het ook weet. Ooit scoorde ik zeg met de eerst. Kop op Sklessa. Ja. Mag ik eerst zeggen? Ja, zeg maar. Bolat. Ja. Inderdaad. Dus, in de Champions League was dat hij scoorde. Ja. Dat was tot nu de laatste keepergoal, de enige keepergoal die ooit was gescoord. Dat is echt Champions heel zeldzaam. Dus, en Laszlo Beleuni zei ik, omdat die is gekomen door Beleuni. Ja. En 6 Belgische clubs zijn, ook echt een goede keeper, Bolat. Echt een goede keeper. Trouwens, zijn reflexen zijn de zot. Ik heb er ook nog een kleine, heel kleine anekdote over Castromontes, over Beleuni. Toen dat Beleuni kwam, was Castromontes ook heel boos, blijkbaar, dat hij hem op links wilde zetten. Uiteindelijk heeft hij daar vaak gespeeld, zelfs onder Heijn ook. Maar hij was toen daar heel boos over. Ik weet dat via Inside Connections. Heb jij zijn dagboek of zo gekocht? In die periode werkte mijn zus gewoon bij bedrijf dat zijn madame werd. En zijn madame. zijn vriendin of madame, ik weet niet of ze getrouwd zijn. Maar dus die vriendin vertelde dat toen aan mijn zus. En mijn zus vertelde dat toen aan mij. Mm-hmm. Dus ja. Leuk. En dus de derde is... Ik denk dat die misschien iets... Of ja, nee. Ik ging zeggen dat hij moeilijker ging zijn, maar waarschijnlijk niet. Ik vind het wel echt leuk. Ik ook. Dus kan dat nooit doen. Eén is, ik zit momenteel in de Hongaarse eerste klasse... 2. Ik was goed bevriend met Moses Simon en Samuel Kalou, maar zou dat waarschijnlijk ook zijn met Gift Orban en Jordan Torunariga? Ik weet het. En 3. Ik was erbij op Wembley. Dat is een Nigeriaan. Mag ik het zeggen?
Klopt dan? Als hij het antwoord, dan hebben we alle drie gehad. Ja, maar ook. Ik weet het niet, maar is het Nigeriaan? Dat is inderdaad de link van Simon Kalou, Torun Origa en... wie nog? Orban. Ja. Nigeriaan wordt hij. Nu moet jij het eerst zeggen als jij het weet, Cedric. Ja. Nee, ik we kunnen tips geven misschien. Het is zo Champions League, heb ook Champions League gespeeld met ons. Dat denk ik niet. Nee? Dat denk ik niet. Ah, ik had Koulibaly in mijn hoofd. Nee, ik heb iemand anders in mijn hoofd. Koulibaly is, niet van Nigeria, denk ik. Ik denk dat ik het zeker weet. Ik weet het 90% zeker. Zou ik niet weten. Welke positie? Nee. Middenvelder toch? Centraal? Ja, zeg het maar. Ik denk dat het verdedigend eigenlijk. Is City? Ja, is City. Ah. Ja, inderdaad, is City. Als we het nu in Ja. Die speelde bij PAOK. Ja, juist, ja. En dan is die gegaan naar Ferencváros. Oké. Wat een beest was er. Dat was echt een beest, maar die scoorde nooit. Nee. Echt nooit. Dat was gewoon echt een tank. Lekker Oezo, hè. Oezo heeft nooit gescoord. Ja, inderdaad. Maar City speelde denk ik nog langer bij ons. Ja. En die we hadden... dat is nog weer zo'n herinnering met één specifieke speler. Dat was echt hilarisch. Dat was, toen zat ik nog in de Telenet-tribune. City die was goed verdedigend en die was goed in de balrecuperatie. Maar het is niet dat hij zoveel scoorde of aanvallend veel betekende of een goede pas ging geven. Dat was wel een van de meest fantastische dingen dat ik ooit gezien had. Als spelers in duel gingen met City, vlogen zij er terug af. Ja. Dat was gewoon een kussenboy. Ja, meteen. Maar dus, wij hadden zo'n periode dat er twee man achter ons zat, zo twee vrienden, van ik denk in de 40 of zo. En telkens als City de bal kreeg, gewoon in de middencirkel of zo die hoogte, riep hem die, maar echt gigantisch luid. Schiet! Omdat die heeft één keer geschoten van... Ja, en dat zal waarschijnlijk de derde ring ingevlogen zijn. Maar vanaf dan echt elk balcontact. En natuurlijk Gent, dat soms ook kan breien, die komt daar vrij veel in balbezit. Dus dat was soms op een helft dat er zo 12 keer schiet geroepen. En om de duur begon er gewoon mee te doen. Ja. Dat was... Ik heb een idee. Misschien moeten we die laatste toch doen, omdat ik misschien een andere vraag heb voor de kijkers. Vinden we Cedric een goede toevoeging en moet hij hier vaker komen als quizmaster? Van mij zeker. Zeker meer komen. Misschien moeten we dan dus aan de luisteraars overlaten en doen we die de laatste nog. En dan doen we iedere week, of als hij komt, om de zoveel keer weer nog een keer zo'n quizje. En dan kunnen we inderdaad aan de luisteraars doorgeven. Voor mij is het allemaal goed. Ik zal inderdaad de vierde ook doen, want het is toch plezant. Of ik zeg hem hier, jullie antwoorden niet. En dan na de aflevering kunt je... Ja, we kunnen het gewoon typen. We zetten als poll, wat doen we met Cedric? En als je de antwoord weet, typ je het gewoon onder de YouTube-video en de Spotify. Het is echt zo'n probleem of zo. Ja, wat doen we met Cedric? Als je de aflevering niet gehoord hebt en geopend hebt, en je ziet gewoon als poll, wat doen we met Cedric? Dat is wel klikken. Inderdaad. Oké, maar dus de vierde. En dat is eigenlijk een persoonlijke favoriet van mij, de speler zelf. Had je het daarnet niet al gezegd, wie was zijn favoriete speler? Had je daarnet nog iets gezegd over... Dat weet ik niet. Maar dus na de opname gaan we antwoorden. Nee, niet antwoorden. Ja, okay. Je mocht eerst afsluiten. Dan. Ja. Dus, de vierde is... Ik ben aan het denken in welke volgorde dat ik zeg. Dus, oké. Ik ben linksvoetig. Lukaku. Ik ben linksvoetig. Ik doe soms al een sot bij een inworp. En hoe kun je dit? Dit seizoen verloor mijn ploeg al van Antwerp. Dat heb ik het weet. Ik weet het, maar ik ga het natuurlijk niet zeggen. Oké. We gaan het houden voor in de reacties, zowel op Spotify als op YouTube en overal anders. Mm-hmm. Dus jullie mogen altijd reageren. Yep. Nu is het nog de Sammy-meter, zeker? De barometer. Anders moet ik eerst keer overlopen wat we in september deden. 2-1 gewonnen van Brugge, 1-1 tegen OHL, 1-1 tegen Luhansk, 2-1 gewonnen van Eupen, 0-0 tegen Antwerpen en 1-1 tegen RWDM. Het is maar twee keer gewonnen, tegen Eupen en Brugge. Ja. Wat er als gelijk speelt. Telkens 1-1 met 1 goal verschil maar. Ja. Oké. Weet er nog iemand op wat de barometer stond? Ik denk een 8 toch, als ik me niet vergis? Zoiets, nee, dat was niet zoveel. Of, alhoewel... Jawel, want we hadden net tegen Brugge gewonnen, toch? Want we hadden het net gedaan als Brugge gedaan was. Wacht, onze eerste was eind juli, zeg, of begin augustus, en tweede begin september. Ja, we hebben er al twee gedaan. Dus we hadden net tegen Brugge gespeeld. Eerst was 7 of zo, tweede was 8. Ja, oké. Okay.
Wie begint er? Wie wilt er beginnen? Ah, hier. Microfoon 1. Ja. Ik ga gewoon dezelfde score geven als de vorige. Vorige keer had ik 7 gegeven en had ik er 1 punt bij dan, omdat we boven Brugge stonden. Juist. Ah ja, we waren erbij de eerste keer dat we dat deden. Ja, en we staan nog steeds boven Brugge. En ik ben er eigenlijk nog steeds van overtuigd dat dat de enigste echte concurrent is misschien voor de titel. Alhoewel dat ze nu niet zo goed bezig zijn. Alhoewel, nee. Nu ik weet, ik weet nu eigenlijk echt niet wie dat de grootste kampioenkandidaat is op dit moment. Het kan echt alle kanten uit. Ik denk dat die 6... Ik denk alle topploegen zijn op dit moment niet echt 100%. En ik denk dat veel middenmootploegjes eigenlijk wel echt top zijn op dit moment. Denk aan STVV en alles zo. Staat gewoon zo dicht op elkaar. Ja. Maar het is nog maar 9 speelden. Dat ook, ja, maar toch. Union is ook gelijk een beetje zo de ambetante vriend van uw nicht of vriendin van uw neef, dat je zo, die daar zo tussen komt. Zo inderdaad, en, elk familiefeest zei zo, maar is die daar nu weer? Zo'n beetje, dat is Union. Ja. Maar ik zie Union wel niet vasthouden tot het einde van de competitie. Maar dat zeggen we altijd, de laatste 2 jaar. Maar. Ja. Dat is ja, echt verbazend. Dat is echt indrukwekkend. Het is, de barometer. Weer hetzelfde, een 8. En... Dus ik was wel aan het denken van, of het gevoel is misschien nu iets negatiever dan de vorige keer dat ik het moest geven, omdat we toen gewoon gewonnen hadden van, helemaal in het begin, van Kortrijk en Zelina, en de club was net overgenomen en spitsen scoorden. En dat gevoel is nu een beetje minder, omdat die spitsen niet lijken te scoren, maar ik ben er 100% van overtuigd dat dat terugkomt bij alle 3. En... 3 punten boven Brugge, dus 8. Ja. Oké, 8. En dan Jentel? Ik ga iets strenger zijn. Ik ga een 7,5 geven. Dat is veel strenger, want laatst keer had je 8,5 gegeven, denk ik. Oh, dat weet ik zelfs niet meer. Maar 7,5. We staan altijd eerste en altijd niet verloren in competitie. Hij deelt eerste. Maar het spel vond ik ietsje minder de voorbije maand. En ook, ja, gewoon... het ging vaak iets... te lastig zo. Dan zou het zichzelf iets te lastig maken. Like, bijvoorbeeld tegen RWDM, maar ook gelijk tegen Leuven daar en Luhansk. Dat zo matchjes dat je zo denkt, dat had ik moeten winnen. Dus, maar kijk, ja, 7,5 nog altijd ruim voldoende, denk ik. Oké. Okay. Ik had de laatste keer een 7,5 genomen. Maar ik vind 6,5 is zo laag. Dat is te laag. Maar 7 vind ik dan te hoog. Nee, dat vind ik niet. Een 6,9... weet je, een 6,99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 
tweede. Maar de laatste paar wedstrijden vind ik ons niet zo overtuigend voetballen. Beetje like Gent, hoor. Ja. Ik vind dat, ik vind dat wel het belangrijkste punt, dat voetbal. Oké, ja, we staan vaak boven Brugge, we staan altijd tweede. Maar we mogen niet kijken naar anderen. We moeten naar jezelf kijken, we moeten kijken wat hij fout doet. En ik vind dat in vergelijking met onze vorige meting, dan er toch wel wat punten zijn dat ik denk van, dit klopt niet, dit moet er veranderen. Hopelijk in januari hebben ze dat door of verbetert het gewoon. Was het al nu dat we niet zo'n goede verdediging hadden, was het wel iets, was echt wel minder, denk ik. Inderdaad. Ja. Daar hebben we heel veel punten mee gepakt. Okay. En ik denk ook gewoon dat veel ploegen niet zo goed zijn op dit moment. Iedereen dus heeft wel de perceptie dat we een zeer goede verdediging hebben, wat klopt, maar we hebben daarom niet per se veel clean sheets. Ja, dat is ook opgevallen. Maar ook, niet lang geleden was het omgekeerd. Dan zeiden we dat we een slechte verdediging hadden, maar gewoon een top aanval. Ja. En nu is het een beetje geswitcht. Mm-hmm. Ja. Maar kijk, zolang je eentje meer scoort dan je tegenstander is goed. Ja. Oké. Dat wint je. Dus wat was je score? 6,9. Ik zal het opschrijven. 6,9. Voilà. Ik kan het berekenen. 7,5. Inderdaad, het spel is de laatste tijd iets minder. We scoren iets minder. Maar het zijn nog maar twee matches zonder Hong. Tel Aviv en Genk. En dan is ik denk echt als Hong terug gaat komen, dat we wel echt weer... Dan gaan we het zien. Moet zeggen, dat het echt effectief door hem is, dat het een beetje minder gaat. Ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat de impact van dat hij er niet bij was zo groot zou zijn. Maar ik ook niet. Ja, het is blij dat we nu bijna weer terug hebben. Maar voor tegen Antwerpen... Het is goed dat we bijna weer terug hebben. Merkte ik eigenlijk die Hong, dat hij weg was, niet. Want tegen Antwerpen vond ik dat we gewoon goed georganiseerd stonden. Ja, dat was ook gewoon de prioriteit toen. Ja. Dus ja, daar zou hij sowieso niet heel veel mee kunnen geholpen hebben. Inderdaad. Maar ja, ik zeg 7,5, dus vrij gemiddeld. Ja, we hebben al een gemiddelde van 7,475. Dus 7,5. 7,4. Nee, we zitten tot één cijfer naar de 7,4.
Zeven. Maar afgerond is dat 7,5. Ja, dan is mijn 6,99999 afgerond naar 7. Ja, en dat wil ik niet. Dus 7,475. Correct is correct. En wat correct afrond naar boven, 7,5. Nee, het zijn maar 3 cijfers, dat is niet veel om te onthouden. 7,475. En wat afrond naar boven. Jongens, we zijn luisteraars aan het verliezen, stop. Ja. Die luisteren ondertussen al niet meer. Je op een uur en 45 minuten. Als je naar het luisteren bent, chapeau. Maar dus, is het gedaald of gestegen? Gedaald. Het is iets gedaald, maar niet zoveel. Als je luistert, tot op dit moment, typ kat in de comments en maak kans op stickers. Ik wil een keer zien wie dat er nu nog luistert. Als je kat stuurt, heb je kans om stickers te winnen. Ja, voilà. Oké, goed. Dan gaan we hier afronden, eindelijk. Ja. Lang, lang geleden zijn we begonnen met deze aflevering. Eigenlijk moeten we begonnen om 1:15. Het is 4:20. Ja. Nice. Oké, kom. Merci Cedric. Merci Anton. Merci andere Cedric. En dan zijn we volgende week terug met een nieuwe aflevering van BBB. En twee vlogs. En twee vlogs ook. Hoppa. Mm-hmm. Bye-bye. Ciao. Bye.